Ik heb wel een loodje gekocht. Loodjes! Nou, kom. Geef een applaus! Vertel, wat zijn jullie aan het doen? Nou, we zijn loodjes aan het kopen. En je kan een kaartje voor het Riffestival winnen. Hoor het? Riffestival. Hoor het Riffestival. Goed, geef ze een applaus. Deze jongen en dit meisje koopt die loodjes, ja? Voordat we de volgende act gaan aankondigen, het jochie dat zei het al eigenlijk. We zijn, in januari zijn er weer verschillende MNC nieuwjaarsvieringen door heel Nederland. In Amsterdam, in Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Ja, kom allemaal even bij elkaar gezellig. Kom op, kom naar beneden. Hella, hup. Goed, verschillende nieuwjaarsvieringen. Die van Utrecht en die van Den Haag, die hebben sowieso ook kaartjes gedoneerd voor SOR, voor vanavond, voor de benefiet, sowieso. En de mensen van zowel Utrecht als van Den Haag, voor Utrecht is dat Hano, is die er nog? Ja, daar is die. Hij is programmadirecteur, programmeur, van Tivoli toch? Ja. Wij hebben ook kaartjes bij je, hè? Dus je kan ook kaartjes voor de MSR Nieuwjaarsfeest. Op 12 januari in Tivoli kan je bij die meneer daar kopen. En de helft van de opbrengsten van die kaartjes gaat naar SOM. Goed zo, dan applaus. Hetzelfde geldt voor het MSR Nieuwjaarsfeest op 18 januari in Den Haag. Met onder andere Agref. Met Sint-Bart Borst loopt hier ook ergens. Wie kent hem niet? Hij heeft ook kaarten bij zich. En hetzelfde geldt eigenlijk. Het verhaal wat we net verteld hebben van Tivoli. Goed, Messin Barbos heeft iets waar, ja, dat is die man daar met zijn sjaal aan, ja? Daar kun je ook kaartjes halen. Goed, we gaan de volgende... Nou, nee, laat je goed nemen. Komen jullie allemaal even bij, dichterbij? Degene die nog bij de kraampjes staan, bij het eten, kom lekker gezellig, want we gaan het bond maken. Ja, we gaan feest vieren. Eigenlijk, toch? Goed, we waren net al begonnen, maar we doen het nog één keertje. Als ik zeg, musician, we hebben... Nog één keer. Musician, we hebben... Goed. Ze hebben, wat ik al zei, al 20 albums, meer dan 20 albums gemaakt. En ze hebben dit jaar, in 2018, de zomer, hebben ze een nieuw lied geschreven en gemaakt. El Hasima. En uiteraard ook met een verwijzing naar de Herak. Ik zou zeggen, wil jij ze aankondigen? Bushra, jij mag ze aankondigen. Itrenne! Thank you.
even met zo'n man met zo'n gewoon, zoals je met z'n man die trein. En dan zit ze in mijn rivida. En dan toch een nieuwe, als je maar met z'n waarom. Dat is een man die trein, ga ik er een tethekje remhein. Ook het die remhein, om z'n head. De athek en dan ga je hier rusten. En ik voel ze voor ze niet aan ze. En het zin. فصل من اثنين من نتفك في زهرة من الزهرة تغدي في الدين الحسين ويجنزي الحسين مساء من يستذكر أسبوع سياحي والثقافي تغدي في الحسين في الثمانينات 86 87 88 تغى في مغان شاعة الشيني الأسبوع السياحي تغى تعمى الزين ستاد يكمل خمي قارتو غالي نصور خيشن نوع الحقرة وشاتو غاتاز التلفزيون تسجل هني هني الصور الخيوله اللي تسجل التلفزيون شاتو غا بدات تسجل الغراب عن الصباح دين كورا مارا ما غا حمس سعد مارا يني ديوسين سحب 6 7 مليون شي نوز 200000 خاطر تسمع شي قاسم اللي يزن تشاويس فروج ولكن يودا الحسين ما تبارك الله عليهم تغوت تسند خيثرا ما تسند وخيم هنا وشات في كار ديال الوقت اللي غنعا نيضا ماني نيوض من كاع نسيسم من قاري ثران نهار قاعد شوية تبش الناس سجل 8 وقع بين 40 سنة وقع بين 30 سنة وتجيبو دروس نتمنى وانت شي حد زيغار راد ياسر داغي بشوفو سين شين شين عندهم نقار داغا نثار ياسر نفسو على كاعتي كلشي من دار الجين نجلس معاك في السن ودار بيو يجيو راه يجي لان شي ناس من الدنيا ما مشا كينحار مشا كينقاعد مشا ويعمل بزاف بما نوض في التفاصيل ونهار عندهم نيغ شين تزمن ثران بدا تسس تغذ بالناس رمحاين تعزو تخيور تخازو تخيودان ما غاناش شنو تغيه ونخا نغا نكبر لي فارن ولكن وهم كيشا ما غا تغنى الزرن شنا ابو الهم تفقع رمحاين يتعيشني ريفيين لان انا شن شيع مدرى من وحد من زوم قارش الحراك نش الحراك نعيش في السبعينات تغاف ما نفوزي سينما قل امسيه ما نفس طفيت راهو واحد رجيم باش راه ما غالي من توا خصنا نسيوري سنا وانا عزو فقط من داز النقارة والدقة نعزو نسيوري لا اللغة ما نسموش النغني ولكن ما غا اوالي سكواد ونهار ادوا يغاني وض و قاغاصني وذا نغي بشي نفوس مارا غا فقاداهم ما غا احمد فكا حتى فرنارا نجدو انا نغي جنو جموعة نوذا كشي نغفوس نهار سجن تمازيغ تقارز ما يفي وض حتى فرنا تمازيغ خوقا 8 ما وقت سيسم الناس والعالم نسي قاعد وزك فوس نوم فوس فوس نوم فوس نا نظام قارب دا أن يعرف الزاد أو أثقله مرة أو أغني جمز ولا ما جاب نتيدو دي منهم عماس نتغرب بس غذي ثنين من أبري دي توين من أبري دي سشان إني ثو ما تذمون فوش مرة النغوة دي حشا من سن غاكة انت الجلد دي من خسن أبريدنا بحق ذواي صفانا مجنة وني خصنا في فا يصير بلار بس يصير بلار بس I'm not
Thank you.
تسمى الريبرتوار من تسمى كران تسمى يما غاشوي توسر لديك المناسبات في توبار مميز ضمن هذول مميز ضمن كمل تسمى نقول السنة التصنيع ثمان يوضع دير بحال التصيدي ويا زين حسين زين نوباز بزغن غان زين ريف عقب دمارة خصنا من الدد الموتى ميمي لأن الدج تفقحت يجينا ثلاث نغاورون عزون من غشنا نقص غرون أني أمني نمي ولا ندي حاريا مشا ودي ويد مشا إذن أغني جا تغا نكي ذكي جن وقت تغا ربما شوية خمس سوار الهجرة من الهجرة السرية تغا شوية ولا مزيان وإنما نرى الموضوع إمرأة التصف فاميلياي من نوعين دي ثار لانسان أمدومني غازون من إشنا أغني جاي بدا أربحار أربحار أي دولان ومامان قع من ديك لمسدوق دم عذر الدودان Thank you.
passions written to the earth. Uncle Donnie so well, they're into to eating them shitting these in the يا قضوا الزينة غسلون أمو أسنقين إبويني
مرة باش نقول لجنة اليوم شوية تحت الناس نتمنى لكم مسرحكم مع ماما إن شاء الله في قبل مرة Geef ze nog één heel mooi warm Utrechts applaus. Utrecht! Bushra. Waar zijn die twee vervelende kinderen? Die twee hele irritant vervelende kinderen. Hebben jullie ze gezien? Zijn ze? Daar, hoe zie je? Waar is je bak? Vergeet je geldbakje niet. Kan die wat zachter? Want hij piept heel erg. We gaan even een tussenstand doen. Jullie waren aan het loodjes aan het verkopen, toch? Hoeveel hebben jullie er al? Hoeveel geld hebben jullie al? 88 euro. 88 euro! En jij zei nog iets tegen mij. Jij zei, ik hoop dat we voordat we naar huis gaan, wat? 100 euro aantikken. Gewoon 100 euro aantikken. Goed, dames en heren, waar zijn die portemonnees? Laat ze zien. Ga jij nu even langs? Nog 12 euro moet deze jongen nu, voordat we verder gaan, binnenhalen. Loop maar langs. Steek je vinger op als je loodjes wil kopen. Daar, daar. Kijk, dat is die man die al dat lekkere eten heeft gemaakt en verkocht. Goed, doe je best hè. We komen straks terug bij je. Goed, we gaan iets heel anders doen. Toch? We hebben een bijzondere gast vanavond. En lus jij slakken? Nee. Hé? Oh, nee. Waarom niet? Ja, ik vind het gewoon... Nee, sorry, nee. De laatste keer dat ik hem zag namelijk was in Rotterdam en toen stond hij bij een kraampje met derde met de slak. Vertelde die daarover. Goed. Ik ga het woord aan jou geven, Bushra. Toch? Ja, dat is het. Nou, heel eventjes, want volgens mij zijn ze nog bezig met hun spullen opruimen. Dus ik denk dat we heel eventjes moeten wachten. Denk je? Ja! Daar gaan we over praten. Het is de vraag. Ja. Waar zullen we eens even over praten? Terwijl de heren... Praten kunnen we heel goed. Wij kunnen heel goed praten. Marokkanen kunnen altijd goed praten. Nee. Jawel, Marokkanen kunnen goed praten. Politici kunnen heel goed praten. Ah, politici, ja, dat is waar. Ben jij, ja? Ja. Dat was ik. Dat was je. Ben ik niet meer. Ben je blij? Nou, ik doe leuke dingen. Ik sta hier nu. Ook leuk. Toch? Zit je nieuwe carrière? Nee hoor, ik vind het gewoon leuk. Het is voor een goed doel, het is voor de gezinnen. Ja. En als er iets is wat ik heel belangrijk vind, zijn de mensenrechten. En mensenrechten, wat nu gewoon gebeurt in Riet, is gewoon niet oké. En dat dondert me niet welke partij je bent, mensenrechten schendingen zijn fout. Of je nou in Riet woont of waar dan ook, fout. Heel goed, goed gesproken, ja. Bushra, goed gesproken, echt. Dat me echt boos om maken, wacht. En een boze Bushra wil je niet hebben, volgens mij. Goed. Nogmaals, waar zijn die kinderen? Hebben jullie al die 100 euro bij elkaar of niet? Meer zelfs! Goed zo! Kom
zit hier ook allemaal mooie dingen hierachter. Prachtige schilderijen, ook door mensen zelf gemaakt. Dus als je iets moois vindt, koop het zo meteen. Of in ieder geval bij de veiling. Vertel, wat is jouw naam eigenlijk? Sammy. Sammy? Ja. Vertel, hoe oud ben je, Sammy? 12 jaar. Hoe heet jij? Sarah. Hoe oud is Sarah? 11. Zijn jullie broers en zus? Nee. Vriendjes? Nee. Collega's? Nee. Man, vrouw? Nee. Wat dan? Niks. We kennen elkaar gewoon niet. Hoe heet hij? Sammy. Hoe heet ze? Sarah. We hebben het, we hebben het. Goed, vertel. Oké, okay, dan gaan we. De stand. 113 euro. 113,50 euro. Wow! Dus ik ben er al overheen. Ja. 13 euro extra. Ja. Ga je daarmee doen? Dat weet ik niet. Pas op, hè? Ja. Geweldig mensen dat jullie dit ook doen. Echt, geef ze een applaus. Echt top. Sammy en Sarah, goed zo. Goed je best gedaan. Oké, dan gaan we naar de volgende gast. Ik zie dat, dat iedereen vertrekt. Dat is een hint ondertussen. we gaan naar de volgende gast. En wie is dat? Dat is Mohamed Benzakour. Die kennen jullie vast wel of niet. Mohamed schrijft columns, artikelen en reisreportages voor diverse kranten en magazines. En hij heeft ook een vaste radiorubriek en die heet Tour de Benzakour bij Oba Live. Wellicht hebben jullie dat wel eens gehoord of niet. Hij doet een heleboel dingen, maar het allerbelangrijkste waar hij ook nu voor komt, is dat in binnenkort zijn boek 10 op een ezel, die is al uit, over Berberse spreekwoorden en verhalen. Het is een uniek document in de Europese letteren. Er is ook veel publiciteit over geweest. En daar gaat hij jullie iets prachtigs over vertellen. En daarna komen we ook bij jullie terug met vragen. Misschien hebben jullie vragen aan hem, misschien jullie nog dingen weten die hij niet verteld heeft. Daar hebben we ook nog even de tijd voor. Ik ben even publiek in het krijgen. Waar is Mohamed? Daar is hij. Kom naar beneden, Mohamed. Jouw boek is natuurlijk al uit, hè? Ja, in juni inderdaad. Wil je blijven staan? Wil je stoel? Blijf je staan? Oké, dan geef ik jou ook niet de microfoon. En nog even mensen, ik hoor toch nog een heleboel gehoor en wat gepraat. Het is belangrijk dat het even stil is, zodat Mohamed ook zijn verhaal kan doen. En daarna kunnen jullie ook vragen stellen. Ik geef jou de microfoon. Assalamu alaikum. Goedenavond. Ik heb voor het eerst nu, sinds dit boek is verschenen, Ashraf Ogyo, Tien op de Ezel, voor het eerst voor een Berber gezelschap ga ik spreken. Over een tijdje in, ook in Brussel, ook voor een Berber gezelschap. Ik weet niet of jullie mij goed horen, maar ik heb een beetje last van mijn keel, dus ik kan niet heel hard praten. Ik heb ook gedacht, zal ik het in het mensen doen of zal ik het in Nederland doen? Maar ik heb gezien dat er best wel veel Nederlandse mensen hier zitten en ook veel jongeren. Dus ik ga het gewoon in het Nederlands doen, dan begrijpt iedereen het. Nou, welkom. Ook voor mij dat ik hier naartoe ben gekomen en voor jullie dat jullie hier zijn gekomen. Ik had tegen de organisatie gezegd dat ik iets ga vertellen over de achtergrond van het boek. Waarom ik het belangrijk vind dat er zoiets moet zijn in Nederland. En ik heb maar een half uurtje, 20 minuten, half uurtje. En ik dacht misschien is het interessant als de laatste 5 tot 10 minuten moet de organisatie even tegen mij zeggen dat ik moet stoppen. En dan is er gelegenheid als jullie vragen of opmerkingen of iets zeggen. Mooi. De reden waarom ik dacht dat er zoiets moet zijn, is verschillend. Allereerste reden is mijn moeder. Mijn moeder heeft in 2010 een infarct gekregen. Zij is verlamd geraakt aan de rechterkant
En zij kan ook niet meer praten. Dat is nog veel erger. En dat gaat ook nooit meer terugkomen. En er zijn heel veel dingen die ik aan mijn moeder had willen vragen, had willen zeggen, maar vooral vragen uit mijn jeugd en uit haar jeugd, die ik niet meer kan vragen. Dus alle verhalen, geschiedenis, anekdotes, liederen die in het hoofd van mijn moeder zitten, kan ik niet meer aan haar vragen. Ik weet wel veel, dat was daarvoor, maar sinds 2010 is dat helemaal afgesloten. Mijn vader die is nog wel gezond, wou ik zeggen, maar dat is ook niet zo. Hij kampt met vergeetachtigheid en ook hij kan ik niet heel veel aan hem vragen. Hij weet nog wel veel over lang geleden, maar heel weinig over kort geleden. En ik besefte, ik weet niet hoe lang mijn ouders nog gaan leven. Ze zijn allebei ziek en oud. En straks gaan ze in een kistje terug naar Marokko, naar het dorp. Boulet Aliyah, de buurt van de Ezzelrein, Nador. En dan gaan ze begraven worden, zoals de hele eerste generatie begraven gaat worden in Marokko. In dat dorp waar ze vandaan komen. En ook veel van de tweede generatie. Van de derde generatie weet ik het niet zo. Maar in elk geval, er gaat een groot deel van de Marokkaanse bevolking die nu in Nederland woont, maar ook in België, maar ook in Frankrijk, die gaan straks terug naar Marokko en die verdwijnen onder de grond. En met dat verdwijnen onder de grond verdwijnt er ook heel veel elementen uit onze cultuur, uit de Berbercultuur, uit de Messercultuur. En dat besef bracht mij op het idee, er is zo weinig behouden uit die prachtige, rijke, poëtische cultuur. Onze ouders kunnen niet lezen, over het algemeen de meesten kunnen niet lezen, kunnen niet schrijven. En alles wat ze aan ons hebben overgedragen is allemaal oraal. Die verhalen, het is allemaal mondeling overgedragen. Er is heel weinig bekend over de Berbercultuur, over de MSIG-cultuur. Ik zeg Berber, zo staat het ook in het boek. Heel veel mensen vinden dat niet goed, je moet zeggen MSIG. Ik heb verschillende redenen waarom ik toch Berber zeg. Dat leg ik uit in het boekje. Maar dat is even niet belangrijk. Er is zo weinig bewaard. En wat ik ook heel erg jammer vind, is dat de Nederlandse cultuur ook heel weinig weet van de MSIG-cultuur. Dat is de eerste reden. En eigenlijk ook gelijk de tweede reden. Omdat het dus een mondelinge traditie is. Dat wil zeggen, we hadden vroeger wel een schrift, en dat weten jullie ook, Tifinagh. Maar er zijn zo weinig mensen die dat schrift beheersen en die ook communiceren in dat schrift. Dat zijn veel academici, de meeste zijn academici. En sommigen zijn romantici. Maar er zijn, zeg maar het algemeen, weet heel weinig mensen over dat schrift. Dus ook de Nederlander, de Europeaan, zal heel moeilijk toegang hebben tot de Berber cultuur. Ik ken maar twee Nederlandse mensen die het Berber spreken. Eén daarvan, ik weet niet of die in de zaal zit, dat is Maarten Kosman, docent in Leiden. En ik ken er nog eentje, maar die kennen jullie niet. Dat is Hendrik. Berbers geleerd dat hij gek is op Berbers, gek is op Arif, gek is en daar heel veel jaren over is geweest en daar heeft gewoond. Ik dacht altijd, het Berbers is een taal die je nooit kan leren. Het is een taal die je als kind moet hebben gekregen, maar die je op latere leeftijd nooit kan leren. Maar Maarten en die Hendrik zijn het bewijs dat het, voor mij althans, dat het wel te leren is op zekere hoogte. Mooi. Toen dacht ik, wat is de beste manier om de Nederlander en de Europeaan kennis te laten maken met deze prachtige geschiedenis van ons. Prachtige cultuur en mooie beschaving. Ik ben schrijver, dus ik werk met taal. En taal is voor mij iets heel wezenlijks. Dus ik dacht, ik moet een ingang zoeken in de taal van de Berbercultuur. En ik geloof heel erg dat als je een volk wil begrijpen, als je een cultuur wil snappen, dat je de taal van het volk moet snappen. En als je de taal van het volk snapt, moet je eigenlijk ook de wijsheden en de mentaliteit en de levenshouding en ook de filosofie
moet je van dat volk ook begrijpen. Die zit wat mij betreft verborgen in uitdrukkingen, in vaste uitdrukkingen, in spreekwoorden, in gezegdes. You are a man. Woorden met een betekenis, met een bepaalde wijsheid. Daar geloof ik in. Dus ik dacht, als we de Berbers willen, een beetje de geheime mystieke cultuur van de Berbers, een beetje willen openmaken voor de wereld, dan moet je dat doen via spreekwoorden en gezegdes. Dat was de reden waarom ik ben gaan zoeken naar mooie oude spreuken uit de Berbers. Ik kende er zelf wel een aantal, maar niet genoeg. Dus ik ben heel simpel gewoon naar mijn gebied gegaan. Ik zei al, ik woon in de buurt van Nador. En de dorpjes daar in mijn omgeving. Het Rijnhoekzen, Benishike, Farghana, Nomroswa, Nomrogimsa, Niseid. En ook naar de Driewish, de buurt van de Itozinnen. Mooi, dat hele gebied met een straal van ongeveer 40, 50 kilometer heb ik daar rondgereisd. Soms met de taxi, soms gewoon met iemand meegereden, soms met een bus. Maar ook heel vaak in mijn gebied heb ik ook gewoon op een ezeltje van het Rijnhoekzen en Noorderswijs, veel makkelijker dan met de taxi, ben ik zo door die dorpjes heen geslingerd. En dat was mijn semi-wetenschappelijk onderzoek. En ik had eigenlijk maar één vraag. En dat was, als ik een oude meneer of een oude mevrouw tegenkwam, en dan zei ik tegen haar of hem, kent u misschien nog een oud spreekwoord? Zo simpel was het. En niet iedereen snapt gelijk wat je bedoelt als je zegt spreekwoord. En dan geef ik een paar voorbeelden en dan zegt ze, ah, dat bedoel je? En dan komt er een spreekwoord, een oude gezegde, en dan komt er nog meer een oude. En zo heb ik in de afgelopen 6-7 jaar, van zo lang ben ik bezig geweest met dit boek, heb ik er een stuk of 300 verzameld, 350 denk ik. En heel veel is afgevallen, omdat ik er niet een heel dik boek van wilde maken. Ik neem een slok. Maar een stuk of 200 heb ik wel geselecteerd. Die vond ik mooi. Vond ik geestig, vond ik gek. Berbers hebben een gekke kant, moeten we toegeven. En een dwaze kant, maar ook een hele mooie, poëtische en driftige en rijke, en noem maar op. Ik heb geprobeerd alle aspecten van dat volk een beetje te vangen in de selectie die ik heb gemaakt. Nou, dat was geen gemakkelijke opgave, kan ik je zeggen. En want dan heb je ook te maken met hoe ga je dat opschrijven. Want er zijn verschillende manieren om het op te schrijven. Als je gaat zoeken, dan zie je dat er niet een eenduidige afspraak is. Onderin met zich een hoe transcribeer je ten opzichte naar de Europees-Latijnse taal. Ik heb uiteindelijk voor een eigen transcriptie gekozen. Ook omdat die het makkelijkst vond voor de Nederlander om uit te spreken. En daarbij heb ik Mustafa Einat, ik denk dat jullie hem kennen, zanger, cabaretier en noem maar op, bereid gevonden om een groot aantal van deze spreekwoorden in te spreken in Smezicht. Dus er is bij deze boek ook een website. Als je daarop klikt, dan kan je het. Het was eigenlijk meer bedoeld voor de Nederlanders, maar het is ook leuk voor ons. Dan kan je het horen hoe het klinkt in het native. Mustafa. En wat mij ook, trouwens nog een reden, wat mij ook dreef om dit te doen, is als ik in de bibliotheek kom, ik ben in verschillende bibliotheken gaan kijken, Rotterdamse bibliotheek, die is grote, daar bij Blaak, in Amsterdam geweest, OBA, in Utrecht, hier ben ik ook in de bibliotheek geweest, is dat ik op de afdeling spreuken en wijsheden en gezegdes vond ik heel veel over de hele wereld. Koreaanse, Argentijnse, ik zag zelfs een Mongolische spreekwoordenboek, vond ik in Amsterdam. Maar nergens heb ik iets gevonden over de Marokkaanse spreuken. En dat vond ik vreemd. Als je de krant opslaat, lees je niet zo heel veel over Mongolen en over Ecuadorianen en Koreanen.
maar wel veel over het volk, waar dus heel weinig over geschreven is. Dus dat was voor mij eigenlijk de drie redenen waarom ik dit heb volgehouden. En ja, ik ben heel trots op dat dit is gemaakt. Het is, zoals die mevrouw die mij aankondigde al zei, het is uniek. Het is nog niet eerder gedaan. En ik hoop dat na mij mensen zullen zijn die misschien dit spoor verder gaan om het misschien meer wetenschappelijk te doen. Er zijn wel wat wetenschappelijke dissertaties in het Frans, in het Spaans, maar in het Nederlands niet. Dus ik wilde ook iets geven aan de toekomstige generaties, die jonge kinderen die hier rondlopen. Ik heb er twee gesproken. En als je dan in Tunesië tegen hen praat, dan merk je dat ze het niet zo goed verstaan. En dat vind ik zo jammer, dat toekomstige generaties onze taal verwatert. En met dit boek hoop ik ook dat ze nieuwsgierig worden. Dat ze ook luisteren naar die website waar het in het net is. En dat ze daar ook iets van krijgen. Dat was even in het kort mijn drijfveer. Ja, ik kan nu gewoon wat voorbeelden noemen van spreuken. Er zitten trouwens ook een paar raadsels in. Hoe is het? Hajit en Tuafit. Noemen wij dat. Ik heb ook gemerkt dat elke Berberstam weer zijn eigen manier heeft. Overigens, dit boek, daar moet ik wel bij zeggen, is voornamelijk gebaseerd op het Tarifit. Ik heb veel vragen gekregen. Mensen zeggen, ja, maar het is niet compleet. Nee, het is niet compleet. Ik heb het beperkt tot de rivier. En ook niet eens alle rivieren natuurlijk. Ik ben niet helemaal tot de Hoesina geweest bijvoorbeeld. Maar een deel daarvan. En daarom hoop ik dat het misschien mensen zijn die naar Soes, Shloh en andere Berber families noem ik ze. Want daar is een prachtige schat aan poëzie en literatuur wat nergens op schrift staat. En zeker niet toegankelijk voor de Nederlander, want ik heb alles vertaald in het Nederlands. Mooi. Zal ik gewoon wat voorbeelden noemen? Laat ik eens beginnen met een raadseltje. En dan mogen jullie het antwoord geven. Deze heb ik van mijn tante. En hoe goed en menu en hoe. Wie weet wat dat is? Reining? Dat is bamboe. Ik vind het een prachtig raadseltje om meerdere redenen. Omdat A, het rijmt. En hoe en hoe en hoe. Het rijmt, dat vind ik mooi. Het mooie is, trouwens, de vertaling is waterput op waterput, maar geen water. Wat heel mooi is dat een bamboe, als je naar een bamboestok kijkt, dan heeft hij van die tussenschotten. En dat lijken inderdaad, als je dat zo, die compartimenten boven elkaar zet, dan zijn het net, je kan zeggen, het zijn waterputjes. En wat mooi is dat de afstand tussen de ene compartiment en de andere, als je daar de optrek van ongeveer neemt, of de doorsnede bedoel ik, en afgemeten tegen de lengte, dan kom je ongeveer uit, verhoudingsgewijs, bij een echte waterput zoals wij ze hebben daar. En daarom vind ik hem zo geniaal, omdat hij ook nog geometrisch klopt. Een ander, zal ik nog een raadseltje doen? Ja, dit is geen Berber. Ik heb één spreekwoord erin genomen. Eigenlijk geen spreekwoord, een raadseltje wat niet Berbers is. En dat heb ik gedaan omdat het een favoriet is van mijn vader. Deze zijn mijn vader altijd. Dus sorry, dat ik op het MSG Festival iets in het Marokkaans-Arabisch ga zeggen, maar het is een beetje een eerbetoon aan mijn vader. Mijn vader heeft veel jaren gewoond in Algerije. Daar sprak hij eigenlijk Algerijns-Arabisch. En ik ben benieuwd of er mensen zijn die dit weten. Eschbar Beit, Beit Karab. Eschbar Jujain, Jujain Rahm of Tleta. Eschbar Jana, Jamaat Farko. Dus wat ik zei is, hoe is het met het verre? Het verre is dichtbij.
Hoe is het met het duo? Het duo is nu een drietal. En hoe is het met de gemeenschap? De gemeenschap, het varkens, is uiteengevallen. Dus de vraag, wat is dit? Wie? Ik hoor het niet. Wat zeg je? Granaatappel. Granaatappel? Ja, Arma. Nee, dit is geen granaatappel. Arma. Nee, maar een gerak. Nee, maar hij heeft een gerak te maken. Ja, je doet kunnen lachen, maar wat is het goede antwoord? Wat is het eerste? Nog een keer. De eerste. Als je gebaren beëet, beëet karm. Hoe is het met het verre? Het verre is nu dichtbij. Ouderdom. Ouderdom. Nog een keer? Ouderdom. Ouderdom. Ja? Waar ik dat verre, dat zijn de ogen. Die konden vroeger heel ver kijken. Als je oud wordt, kan je alleen maar dingen zien die dichtbij zijn. Je hebt een bril nodig. Het andere, dus het duo. Het duo is nu een drietal. Dat zijn de benen. Je liep altijd op twee benen. Maar nu je oud bent, heb je een wandelstok. Paraast. Bij je. Drie. Hoe is het met de gemeenschap? De gemeenschap is nu uit elkaar gevallen. Het is in gebit. Dat was ooit samen. En nu zit er allemaal gaten in. Het is heel leuk. Ja, dit is toch prachtig. Je vindt ze niet in de Nederlandse taal. Hoeveel tijd heb ik nog? Nog 2 minuten. Nog 10 minuten. Ja, ik kan nog wel meer dingen voorbeelden noemen, maar misschien als er mensen zijn die nog iets willen vragen of opmerken, kan het ook. En de Nederlandse versie van je vader. Ja? Hey, we hebben een nieuwe technicus. Geef maar een applaus, hij is er heel stiekem bijgekomen. Het gaat ineens veel beter. Ja, klopt. Geen goed. Goed, als je een vraag hebt, zo'n afspraak, dan even de hand opzetten. Kom ik even naar je doek. Maartje. Ga op. Nee, ik geef het niet af. Ja, Nederlands is best wel veel spreekwoorden en raadsels. En die van jouw vader zou dan ongeveer zo zijn. Wat gaat 's morgens op 4 benen, 's middags op 2 benen en 's avonds op 3 benen? Ik ga het nog niet eens pakken. Nou. Ik vind het een hele gemene vraag trouwens. Ik dacht dat je ging vragen wat zijn lievelingskleur was of zo. Hou hem even vast, ik kom er zo terug. Dat is een goede vraag. Nog iemand een opmerking of vraag? Ja, ik ben niet bereid om naar beneden te komen. Jawel. Je zal wel moeten. Ik kom hier tegemoet. Je staat een beetje heel hard. Ik ben een beetje heel goed. Goed, zien jullie. La grande dame. Het zijn jouw woorden, ik zei niet. Nee. I'm sorry. Je vertelde net dat je maar een klein gedeelte hebt, omdat je niet met de grote boek loopt. Dus wat ga je met die andere wijsheden doen en ze zeggen, dus komt er nog een deel 2? Kijk, ik wil dit boek niet te dik maken, dus ik heb een selectie gemaakt. Ik heb er heel veel niet gebruikt, daar heb ik verschillende redenen voor. Omdat ik het moest ook passen in de hoofdstukken die ik heb gebruikt. Dus elk hoofdstuk gaat over dieren. Hoofdstuk 1, slang en jakhals. Viradusje, zee en vis, kat en hond,
koe en rivier, kip en ei. Dus het moest wel passen, die spreekwoorden, in de hoofdstukken die ik heb bedacht. Wat ga ik met die anderen doen? Ik weet het niet. Ik heb ook heel veel reacties gekregen via mijn e-mail en via mijn uitgever van Imazinnen, van Marokkanen, die ook een spreekwoord hebben die niet in het boek zit. En die zeiden, dat is leuk, maar waarom heb je dat niet gebruikt? Ik moet ergens een grens trekken. Dus bij elkaar genomen is er een mogelijkheid, maar ik ben nu met andere projecten bezig. Maar misschien dat er nog een tweede deel komt, want er is genoeg. Ik geloof dat er iets van 1500 Berber spreekwoorden en gezegdes bestaan. Daar zijn academici ook gepromoveerd. Dus in die zin kunnen er nog heel veel delen komen. Dus Nederland zal ons straks zat zijn, ben ik dan. Ja, dankjewel, Zeeuwen, voor je vraag. Nog meer? Iemand? Die dame daar? Hallo, kom je lekker gezellig bij zitten. Waren er ook spreekwoorden die je heel moeilijk vond om te vertalen in het Nederlands? Omdat die heel specifiek betekenis hadden, heel specifiek voor de Berbertaal, de Amazigh? Nee, er was er niet één bij die ik moeilijk vond om te vertalen. Het was wel soms moeilijk om een Nederlandse equivalent erbij te zoeken. Want dat heb ik ook geprobeerd. Ik heb bij elke Berber spreekwoord gezocht naar een Nederlands spreekwoord wat daarop lijkt. En het leuke is dat ik ook een aantal spreekwoorden tegenkwam die ook letterlijk in het Nederlands hebben. Bijvoorbeeld bijtende honden, blaffende honden bijten niet. Wij zeggen, men zegt, abzini tunoi za'af. Letterlijk hebben we die. Het is interessant, want wie heeft het van wie? Wij zijn volgens mij ouder dan jullie. Dus de bron. Goed, dankjewel. Jij had ook een vraag. Gewoon lekker origineel met het mes zeg. Waarom Tino Benaïza? Hij schraagt voor jullie. Stoor is thuis voor jullie. Hij zegt, waarom 10 op een ezel, ik zie de 16. Ja, dan moet je dan zeggen, het is Tori, Tori is thuis voor jullie. Mijn hef. Ja. Waarom 10? Waarom niet 16? Ja, hij is nog verder heen dan de rest. Hij is wat we naar schroeven, hij is ver. Het is te school gehoord, maar ik laat niet. Kijk, volgens mij, ik heb altijd gehoord van mijn vader, iets waar hij aanslag op. Maar je hebt ook een variant, wait where hij aanslag op. Daar is ook weer discussie over, iets waar hij aanslag op. Maar het heeft allebei te maken met, hij ziet niet goed, of hij is niet goed bij zijn hoofd, of hij is dronken, of wat dan ook. En hij ziet waar. Daar zit een verhaal, een sprookje achter, die is een serieer. Daar is het gewoon, ik nooit toe willen, hoe je niet echt zin hoort, is het. Er zit een verhaaltje, dat staat hier ook bij. Maar als ik jou lijk kan maken, wil ik in een eventuele volgende druk. Dit is trouwens de derde druk, maar als er een nieuwe editie komt, dan is niks. Dat is goed, joh. Goed, allerlaatste vraag, heel kort en ook kort antwoord, want we moeten op de tijd letten. Je hebt het eerder boek, dit Jemba, prachtig boek, Jemba. Kunnen wij dit boek beschouwen als zeg maar Berberboek? Omdat hij Berberboek, de vaderboek, omdat hij gaat over de geschiedenis van de vaderland, zeg maar. Of komt er nog een Berberboek? Kunnen we dit boek van jou beschouwen als een vaderboek of komt er nog een speciale Berberboek? Ik heb dit boek, dat staat er ook in, ik heb het opgedragen aan mijn vader en mijn moeder, omdat zij er straks niet zullen zijn. Of misschien ben ik er straks niet, want ze zien hoe ze weet niet wie er eerder gaat. Toen ik dat boek had geschreven over mijn moeder, Imna, toen zei mijn vader op een gegeven moment tegen mij, Ines. Nee, dan moet je eerst een herseninfarct krijgen, anders. Ik vind het beperkt om het alleen een Berberboek te noemen, omdat het gaat over eigenlijk een hele rijke, brede cultuur van ons allemaal. Het is niet alleen van mijn vader.
Maar misschien komt er wel een keer een boek over mijn vader. Dat sluit ik niet uit. Het is wel een atypische man, ja. We gaan het in de gaten houden. Maar dankjewel voor de vraag. Ja. Mohamed Ben Zekor, geef hem een applaus. Dankjewel. En succes. Hartelijk dank. Nog even zo je boek, dan kan iedereen het zien. 10 op een ezel. Oh, en het is misschien ook goed. Zijn boek is te koop. Ja, achter hier. Okay. 10 op een ezel of 16. Dankjewel Mohamed voor je komst. Kom jij doen? Ja. Voor wie? Willen jullie nog weten wat het is? Hij gaat signeren. Dus als je een boek wil kopen, kun je hem signeren. Hierna. Maatje, inderdaad. Of je nog wil weten wat antwoord op de raadsel is. Ik verklappen. Of misschien weet iemand uit de zaal. Doe het even nog een keer. Wat gaat 's morgens op 4 benen? 'S middags op 2 benen? En 's avonds op 3 benen? Hij is minder poëtisch dan Berbersen, moet ik eerlijk toegeven. Maar hij gaat wel daar een beetje over. Echt goed. Wie weet. Zeg maar. Een mens. Ja. Een mens. Wat? 'S morgens kruip je. Dan kan je lopen. En dan is er een stok, net als. Ah. Applaus, jongens. Dankjewel, Maat. Ik ben wel erg, ik zei erg, joh. Sommige mensen. Goed, ik maakte net een grapje, maar het was eigenlijk ook wel heel erg gemeend, want dat heb ik toch nog niet gehad. We hebben namelijk twee heren die vanavond de hele avond hun best doen om het geluid zo goed mogelijk te krijgen. Dat zijn Yemeni Isri en Hamad Lesloufi. Geef ze een applaus. Dankjewel. Yemeni Isri aan het eten. Oh, hij moet ook eten. Oké. Okay. Mensen, we gaan naar de veiling. Trek die portemonnee. Trek die portemonnee. Ik wil dat al die mensen die erachter staan echt naar voren komen. Kom op, mensen. Ja, kom er gezellig bij. Je kunt je niet meer verschuilen. Kom. Allemaal naar voren. Naar beneden bedoel ik eigenlijk. Even kijken hoeveel jullie mensen. Hallo. Okay. De enige twee Hollanders in de zaal rennen nu ineens weg. Ja, nee. Ik wil geen voordelen. Zijn er nog Belgen in de zaal? Oké, okay, mensen. Willen jullie alsjeblieft naar beneden komen? Dit is gewoon ongelooflijk belangrijk. Al die spullen die jullie hier zien. Jullie zien hier ook echt prachtige dingen, ook schilderijen die handgeschilderd zijn, die gewoon zelf gemaakt zijn met heel veel liefde en passie. En hele mooie dingen, nou ja, jullie zien het. De veiling gaat nu beginnen en ik wil degene die de veiling gaat doen, dat is Boezema en Nejet. Waar is Nejet? Ja, geef ze een applaus. Volgens mij moeten we ze allebei even een microfoon geven, Rashid. Eentje voor Nezet, één voor jou. Heel veel succes. En mensen, trek je portemonnee. Het is voor de gezinnen die geen geld hebben. Alsjeblieft. Dankjewel, Bosra. Dankjewel, Rashid. Soekeren. En Yuzik, nieuw in het Zwitsma. September, Marra. Marra, ik ben niet Jandia. ممكن تعزمهم وخذ خردان نييني باش هدس ليه بمثل كل شيء هذا هو هذا لأن ما مش تورم مع الرسل غينا كني وتوسيم دنها هذا توسيم دري أجل باش تعاون بيت بدو بسويت بدو ذي عريف البلايا الهدف نوني زي غالغ توسيم ذا وسبلايا نعز إن شاء الله باش بلاد كيب ذا غي تيري ناس في المليح لأن الحمد لله إجن سفيري مغاس وطس إن الشيء إريفيين بيتوري في مغارين إحجاني مزيانا من أي شيء جوات نسين الحمد لله الحراك يسرم ذانغ باش غان غير التمسرينا ومن أي قوات الزر إذا نايت ما تسويت ما أن بدا دي فعلين أكيدي وشمتنا نجد ثاري فشت أكيدنا رشيد أكيدنا سعيد أكيدنا عبسلام عم سلام رشيد غاون تسل ونغيس غنشا حاجة غاز دياس لا سعيد عم سلام سعيد عم سلام ثاني مير فوشما نجات إذن غاون تسل ونغيس غن أخمي غي غينا غاز دياس ستوريك باش يعني هذا سوى شربون باش أنا سنتم سلايد إذن تقاضي غام عنانيا أي ما سويت ما أنا بدا ونغي نغني إغي خسر أدي خط ديريكت هذه عدو غوت شمثنا نجات ديها هذا تيوش نمرو هذه خمس ديها سنوش يا دامس الهيرة فزان هي فور الفايلين ما مكان كومة
We zijn hier om onze broeders en zusters in Arif te helpen. Dus we gaan de veiling beginnen met kleine dingen en daarna gaan we naar hogere, duurdere dingen. We zijn een aantal mensen die meedoen. Uit Srem en Tsaidi, die komen bij je langs als je iets gekocht hebt. Wil je direct betalen of aan het einde, dan ga je bij Nejat achterin daar en dan ga je bij haar afrekenen. أمان غنير أخسر أتسلم خيزم بشك نخبع بإننا سمسرين أنتك سمان ومي تقم تقم دونيرا سمانين تقم بإننا نوض باش نعاونك تاع زميتين عائلة ذي الريف ولحد الآن لو كان قال غي 70 عائلة نتعاوني كل شهرين كل يعني كل ثلاث شهور لازم نتعاوني تاع زي 70 عائلة أو حتى من يعني باش سقان اللائحة الانتظار وذي زي قيم حد بمعنى ان الحمد لله موض باش تيزما نوم تيزما نكت باش نعاون النغاوم اكتا زميتين عائلة والستم سنهارا نموض نعاون اكتا وتحياتي We hebben tot nu toe meer dan 200 families kunnen helpen en maandelijks op dit moment worden 70 families geholpen, gezinnen geholpen. En dat is alleen maar door jullie steun allemaal. Dank jullie wel. Dan gaan we beginnen met het eerste stuk. Het zijn eigenlijk twee geschenkzetten die door onze Nejat achterin is gedoneerd. We beginnen dan eerst met die foto. Ja. Deze foto was op de vorige veiling verkocht. En Hassan Mahnouji heeft hem gekocht en die heeft hem weer aangeboden om opnieuw te laten veilen. Dus أيت مسؤول ما ثاني تا نيس فاعلين دي فاعلين يعدان يسغيتو مثلا حسن يعش بس باش انت ديار باش اسمي فاعلين او نبخينا ما 20 20 عيش انو ذا 29 يورو او غاي وشن كتا او غاي وشن كتا دي ثاني تا ومو مغار نغنصر سفزاف يلا ايت مسؤول ما 20 فور ديزي فوتو يلا ايت مسؤول 20 فور ديزي فوتو ومثلا Voilà. 20. 20 voor het summit. Wie nog meer? Wie biedt meer? 25. 40. 40 jaar. Hoe wat nou? Een beetje. 40 voor mijn kind. Is er iemand die meer biedt dan 40 euro? Hoe ga je ook staan? Zie, 40 euro. Hoe ga je ook staan? Ik ben zo'n man, het is een hele manier. ماشي قائد وانما العائلات المعتقلين يعرفنا يعني من بدو شيم وذولي تقص قد سلم الى غادي راح العائلات المعتقلين والضريب عزيز احمد مالي النادى اذا نخسى ضروري غنعاون عليه بنا هو غيمشي لك تازي 40 اورو مثلا ايش الامام تي مي بي 40 هو غيمشي لك تازي 40 اورو 41 مال 42 مال 43 مال نار مكي Dan gaan we nu naar de geschenken zetten die door Nejat ook zijn gedoneerd. Allebei. ايت مسويت ما زارهم ثلاثة نتاج عريغة لو غيسغاني نير ثيث وشبتنا نجد نير اسم 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 زي خواردي اذا شحال اسم 20 اورو 20 اورو هاي كوست سيلف مير ايجلك اوكي فايت مسويت ما انا بداس 20 اورو ويزمان اليوش 20 اورو ذي ثاني تايشنا يلا ايت مسويت ما 20 اورو وشبتنا اسم صليحة وش بدنا صليحة توشا 20 اورو في بيت مير 20 اورو وغيش نكتا زي 20 اورو وغيش نكتا زي 20 اورو في بيت مير 20 اورو تسال 2 ان توتال زو متين يلا انت بس ويفما بوشمع وفي 40 اورو فور بوشمع في بيت مير وغيش نكتا زي 40 اورو فهو بنت بوشمع وشا 40 اورو في بيت مير 40 اورو Wie biedt meer dan 40 euro, dames en heren? Vrijfel. Twee. Hoesma. En dan gaan we naar die tweede, precies hetzelfde. Ook voor Nejat start is ook 20 euro. Wie biedt 20 euro? Ja, dat is met z'n Ja. Saliha?
Saliha, 20 euro. Wie biedt meer dan 20 euro? Wie biedt meer dan 20 euro? Ja, leef met 20 man. Kom op, die andere heeft 40 kunnen opbrengen. En deze moet het ook kunnen. Zet hem als geld mee, Jenny. Ja, maar aan het karp. Maar het is een karp. 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 Kom op, dames en heren. Die andere geschenst heeft 40 euro opgebracht. En we zijn nu bij 20. Wie biedt meer? Jelle. Kom op, dames en heren. Het is voor haar lief, niet voor onszelf. Jelle, Freda. Hoeveel schrikt daar? Ze is er in. Wie biedt meer, dames en heren? Nee. Wacht. Ik ben Saliha. La. Hey. Tata. Ja, maar het is geweldig niet, Wacht. Ja, hoeveel? 30 euro. Okay. Wie biedt meer dan 30 euro? Ga je eroverheen, Saliha? Ja, maar ik ben zoiets. Ga je eroverheen, Saliha? Nee? Eenmaal? Andermaal? In jouw naam? Bilen. Bilen? Bilen voor 30 euro. Ja. Deze is ook door Nejet gedoneerd. En deze is... Zij heeft hem zelf een keer ook op een veiling gekocht en ze verkoopt hem weer opnieuw. Is een trouwe wat tas, moest wel een deze asniel een toegint in Mazeren, Louien en Mazeria. Oreo Shuktazi is weer op. Trafiet om het van Juba. Trafiet om het van Juba. Voor Juba, wie biedt meer? Moha 50. Moha 50. Moha 50. Moha 50. 60. 60. 60. Is mis? Sami. Sami. Sami 60. Wie biedt meer dan 60? Hoe is het daar? En met Zwitma. Wie biedt meer dan 60? Jalla. En met Zwitma. Juba. 16. Juba Zaden. 65 voor Juba. 70 voor Sami. Sami 70. En Juba Juba. Wie biedt meer? Jalla. En met Zwitma. Wie biedt meer dan 70? Jalla. Steven Tilden Merit. En kan het met Wagner nog in lijf van Nita. Of snel in een eiland. ذلك يتعجب أسن الحال مرات ولكن يعني ثاني والسابق في مصر إلى فينا 70 فور سامي مثل 70 فور سامي وي بيت مير وي بيت مير يلا إيما أكسب أكسب ضوضا قاعد تكسب ضوضا ونينيها ها ونغيش مزر قبلو عاش مزدا يلا يوبا 75 فور يوبا 75 فور يوبا يلا يما سويت 75 فور يوبا Ja, maar ik ben zo'n baan. 75 voor Juba. Rechel. 2 voor Juba. Juba. Zacht en Juba. Eén mensen in het baan. Ik heb het gevoel dat het zwaar voor de kind is, maar het zwaar voor de mental manager. Tiede, het is een zwaar voor de kind, wat dat ook doneert, ook door de jet. En het zijn er 3 in totaal, als je kan zien, staan daar nog 2 andere 2 zo meteen. Wie zijn het? Uit Krim en andere mensen. Uit Krim, deze, ja, in de haqiqah, Imran, een tekduda, een arif. Ja, een tekduda, een arif, is een general jongoria, arifia, zwaad 20, rest 20. En met z'n ma, is dat, jen, was het een nuskta, het is ma, ze meen gauw. We beginnen met 20 euro. Ja, trouwens, deze 3 lijsten was toevallig ook op een veiling die ik zelf ook had gedaan. En die heeft de zus van Najet toen gekocht en die biedt ze nou ook aan. Dus ze heeft er voor meer gekocht dan waar we mee beginnen en dat is 20 euro. Ja, ik ben zoiets mee, maar dat is 20 euro. Ook is mijn en Jushita. 20. Veel met je nu speech? Karim. Karim, 20 euro. Karim, 20. Wie biedt 25? Ja, dat is het. Ik sta 20 euro, ik sta 30 euro, ik sta 70 euro. Wie biedt 25? Om hem te horen, om een nakabi in de vloes en in de kader van de rif en de rif van de rif van de rif. Test dit. 25, zegt hij. 25 hier voor test dit. Wie biedt 30? 50 voor Kerim. Kerim biedt 50. Wie biedt meer dan 50? Jalla, heet me zo'n man.
60 voor Tastit. Tastit, hoe zet het? Jij lijkt me zo'n 100 voor Karim. Karim. Mia en Karim. Jij lijkt me zo'n man. Was je nu zat als Rachmid Haber, hoe ze nu zegt, wij van ons. Jij lijkt me zo'n man. En hoe met Marie Oshek? Mia. Mia, Karim heeft 100. Greta. Ah. Schaar. Schaar, Bria. خمسة يم كريم يوشامية اثنين اثنين كريم بصحتك أول Dit is de tweede hoort bij dezelfde serie ردي إيريفيان أك مولين واحد إذن 20 أورو إزي مدينة We beginnen met 20 يلا إيه بسويت ما We beginnen met 20, kom op. Jan, ik ben zo'n man. Sette Marjini Jandiha Aran Vesdalita. Dames en heren, we beginnen met 20. Dames en heren, Karim, 20. Wie gaat voor 25? 30, wie zegt 30? Bushma, 30. Wie niet meer dan 30? 50 voor Karim. Wie niet meer dan 50? Wie biedt meer dan 50? Ja, maar ik ben zo'n maat. Wie biedt meer dan 50? Wie biedt meer dan 50? 50. Greta. 70 voor Bushra. Bushra, 70. Bushra, 70. Bushra, 70. Ja, maar ik ben zo'n maat. Bushra, 70. Wacha. 70. Greta. Nee. Verkocht Bushra. Aan Bushra. En dit is nummer 3. Dat is Greta. We beginnen. Dit is nummer 3. En hier beginnen we ook met 20. Dezelfde serie, zei ik. Dus het zijn dezelfde mensen. Ook Molay Mohamed met mensen, gasten. Huh? Ja. We beginnen met 20. Ben Zakoen 20. Karim. 40 voor Karim. 40 voor Karim. Zal het nog helemaal? Ja, leef me zin. Stoma. 50? 50 voor Ben Zakoen. Ben Zakoen 50. 50 voor Ben Zakoen. Ja, leef me zin. 100 voor Karim. Oh, okay. Sorry. 100 voor Karim. Jelle, hoe ben Karim? 100 voor Karim. 100 voor Karim. Eman. Redel. 130 voor Bushra. 130 voor Bushra. Wie maakt dat nu 150? Jelle, ik ben zo van. 150 voor Karim. Goed zo, 150 voor Karim. Ayuz. Gaat iemand nog verhogen? Want mijn arm doet pijn. Oostmus. Mijn keer 160? Oh, nu al was je een message. Oké, Karim. Rafael. 200 voor Bushra. 200 voor Bushra. Yay. 200 voor Bushra. Rafael. Nee, Verkocht aan Bushra! Zag het Bushra naam! Dan hebben we Tara, vertel eens. Ik ben zoiets maar, we gaan naar deze kitab, ja, nee, Wanita. Mok die met meneer Gendoel. Meneer Gendoel hebben we een snub. Een taal is iets maar, is een eigen keer, een eigen lustima. Even. أما مش تسلم يني من طبيعة الحال يني تقام تعرف ويني حداج المقدمة من يخدون 20 بخينا بخينا أكذا سعيش لين أورو فور المنس اللي هي تلك عرابي ويني تباشا تسلم هيد مسوي ما يس دونيرا يشادخ كريم بو يزيد أما مش تسلم كريم بو يزيد يعني رجل الشاعر وغان غرد يجل لحا يس دونيرا مين التس وكوشي الكتا عيش لين أورو بوجمعة 30 بوجمعة يوشا 30 مقدمة من يخلدون 40 فور
هاد هو غير قلنا لها يبغى هو غير قلنا لها اذا عور ريبط خور ريبط 40 غادي كات 50 خور مكي 50 خور مكي هاد واش انت عرفت 50 خور مكي قد ما يسخار القليم قد ما يخلو لي يوزد ومازي غير يدنا يتسويتنا مازي اي يدنا تسويتنا 50 خور مكي بي بيت مير دان 50 بي بيت مير دان 50 وغير وش مكتا زي 50 دي موقت دي بان ميخن دول بوكس ماي دان دي هلس دي جينا رابيش ندل سي 50 خور مكي اي ما 50 خور مكي اندر مال 2 هي وقت نوغ اي دان 60 خور مكي محمد معنا قانا محمد 60 60 خور محمد بيت er iemand meer dan 60 Ja, maar je hebt wel. Eenmaal. Tweemaal. Verkocht. En Mohammed. Sorry. Volgens mij was het boek van Mohammed Shoukri. En Lisa wil het helemaal Mohammed Shoukri. Maar het is Mohammed Shoukri. إذن أين بسويتنا أما بشوارا وعود وليدا يجين أمتنا كارم ويزيد انتقاد السنيدا أبو بريويز ما أكيد مريح ذا انتقاد السنة التسطس يوشان غيش الحداد يجي دولي رئيس تختيرون في الريف اسمنا إني محمد شكري السنب ومنا يلي أجل باش نجمع تين عاشين العائلة من المعتقلين إذن أسلم داس 20 أورو شرور الابيض برات تغري كنت غري لازم اذا نايت باش يتبع هو غير يشكتا زي 20 يورو بغينا مع 20 بي بي 20 بي بي 20 او مير ناتورلي ماغ altijd يا نايت باش يتبع 20 يا 20 غادي كات من اسم شوما شحال 20 هادي وشا 20 يلا يا مسعود سناب يا Je moet niet te veel met je handen bewegen, zei Jorie, want ik dacht dat je eigenlijk je handen opstak. Ja, maar even zoeken. Je dacht, dat was 25, hè? 25 voor zijn jullie dus. Ja? Maar ze kan geen Arabisch, net als ik. Oh. Iden, Hadi. 20 euro. 3. 2. Kom met Hadi, zacht te komen. Ja. En deze is hetzelfde, de volgende is 20. Ook Mohammed Shoukri. Bonjour. Even met zoiets, man. Mohammed Shoukri, ik heb een zin in Mohammed Shoukri, maar dat je kunt doen met het goed zijn. Heb je hier? Het is alleen niet wassen, maar ik in de Sifino, Jina, wat voor je schaamt. اسمنا إني أقول قدام ما نعني أمتنا كريم هو يزيد النية إذن 20 أورو أي بزيد ما وغير وشك تاز 20 أورو يلا بي بيت مير دان 20 أورو يلا أي بزيد ما بي بيت مير دان 20 أورو وغير وشك 20 أورو سين يفرقو يا وغير يلا هادي هادي هي دومت هادي ايوه تو مثل هذه 20 يورو زين حد هذه وش كتا زين حد هذه وش كتا زي 20 يورو يلا ثلاثة اثنين بصحتك تو مثل هذه 20 يورو أزور ثومة أحمد الصادقي أبي يحفظ في قصصين أحمد الصادقي منون والدي السنين إذن انتقاد ومدرق أحمد الصادقي إيجي دونيرا في الكتابة وليها إذن أنا بدأ 29 أورو أمر بدأ عن كل الكتاب وغير وشي رجاء لا أنا بدأ 70 أورو سامحة سامحة لي واني تتمازي خجو أنت عرفت 40 أورو سيوري 40 أورو 40 أورو سيوري يلا بي بيت ميلو 40 أورو 40 أورو إيش في سيوري دومت سيش أشقا رحاش 50 أورو هاد 50 وش كتا 75 فور سيوري 75 فور سيوري يلا يلا
85 الحاج. 100 voor Sayuri. Sayuri, je was Sayuri. Wie biedt meer dan 100? Wat daarom gaat het? Wie biedt meer dan 100? Het zijn de gedichten van Ibn Sadke. Een bundel van 1997, als ik me niet vergis. Jamba. Jamba, ik was in het. Wie biedt meer dan 100? Vrijdag. Wie biedt meer dan 100? Nee. Wie biedt meer dan 100? Sayuri. Verkocht aan Sayuri. أي مسؤول ما أشتور أشنيا نتأكدوا دنارف ونتا يعني يستهج كل شيء وثيث وش ما دمغ فريدة حدو إذا أسن بدأ 50 أورو أي مسؤول ما يلا هو وش كتاز 50 أورو 50 أورو دامس نيرة هو وش كتاز 50 أورو دامس نيرة يلا أي مسؤول ما 50 euro, dames en heren. Wie biedt 50 euro? Moet ik gast is de aandacht. Ja, niet om de gast is botolaar. Gerwin is de aandacht. Is Polia. Die het haar op haar aan. Die moet je wel. Die wint is een vacher. In Sheen. Ja, niet als je het zomaar. We gaan hier in de tent. We gaan hier in de tent. Ja, het is een heel erg. Zeg hem 10 euro. Zeg hem 10 euro. Schaduw. 50? Jan Loom, is het? Ik zie nog een hand. Hassan. Hamid. Hamid, Yusha, 50 euro. En jij? Hoeveel is het gedaan? 60? 60? Ik heb daar 60. Jamel, 60. Jamel. Wie biedt meer dan 60? Hoeveel is het gedaan? 16. Wie biedt meer dan 60? Helmet? Wie biedt meer dan 60? Ah, ik zie het. Even serieus mensen, het is irritant als je je constant met die handen zo ziet. Baan is even bij mij. Kom maar, dan ga ik openen. Hoeveel schikt daar 60? Wie biedt meer dan 60, dames en heren? Jalla, ik ben zoet man. Wie biedt meer dan 60? Jalla. En weet waarom je het doet? Ik weet niet. 70, Helmet. Ik weet niet waar je het is. 70, Hamid. Helmet, Hamid, 70. 70 voor Hamid, wie biedt meer? Jalla. 70 voor Hamid. Kom op! Haar! Kom op! Jamel! 80! Schaar! 80! Jamel 80! Wie biedt meer? Jalla! Wie verhoogt het naar 100? Mia, Yusha, Lomit, Hamid! Mia! Jamel! Schaar! Mia, Ashra! Nee! Neem het gedaan, Mia! Nee, het is goed! Oké! 100 voor Hamid! Reza! Nee! Verkoop! Hamid! Hamid! 100 euro. Ja, deze heeft een heel lang verhaal. En dat laat ik aan Bushma over. Maar ik moet er wel iets over zeggen zometeen. Dat ga ik zo vertellen. Maar eerst even maar zo'n vraag aan mensen te worden. يمكن مرة نيجا والمين عنا تسمع هذا ثا ما تسلم كل شيء وانك ديني غبرة ما تسلم يعني واني تان تسيدي شعي قول ثا اسم واحد دين اللو حيلو مشتيين يسغيتي شو مثلا وتحية السريدة حسن اما تسلم حسن ميزيكا حسن بن حمو حسن بن حمو اني يس فاعلين يوي غو قارو يعني تي باش نسني فاعلين وامني كتف انتر دبر ميمية يعني اجل باش التوي العائلة المعتقلة يسغيت زي 200 نخم سنة رنتا ودي فايلي ماشي عجي النبي ديو سادانيتا يقرب أساقم بابا سوى الدي ليس شو ترانسي طب زيان دانيتا دات مولي كرباي بتال زيتن هيو كلاين شخيرتي ودهب ميقا توضع دم سنو إيلك هايد اس إيلك اس إيلك أنا مبارك ترعوه الإيس تريع دون فراسي ثاني يسازري إذا نو جهني غنى أي يزيد أمبر مالك موت تبال فرمالده دارم بغينا بمت 100 euro. Het voor degene die geen mens heeft te spreken, het is door Bushma zelf gemaakt, door Hassan gekocht op een veiling voor 2,50 en hij biedt het hier aan. Dus wij beginnen met 100. Jelle. Wie biedt 100 voor het werk van Bushma? Hoe gaan we het met met 250 is het Israël beneden. Misschien maar is het net zien we jou om een karatouw dat ik daar zie 250. Jelle heeft me zoveel. Wie biedt 100 euro?
Wie biedt 100 euro? Ja, ze is eigenlijk voor de neiging te horen. Is het? Ja. Wat is mijn 100? Ja. 150! 150 voor Essen! 150. Wie biedt ja. meer dan 150? Ja, leef maar zo. 160 voor Mohammed. 160 voor Mohammed. Janne, wie is die? 160 voor Mohammed. Wie biedt meer dan 160? 200 voor Hassan. 200 voor Hassan. 200 voor Hassan. Wie biedt meer dan 200? Janne. Kom op, Mohammed en Hassan. Kom. Wie biedt meer dan 200? We zijn al bij de 200 gekomen. Janne, ik ben zo. 200, dames en heren. 200. Vredel. 200. Nee, doe ze je. Verkocht aan Hassan. Hassan. Zag ik wel met Hassan. 200 voor Hassan. Emmer bedaan, eind met z'n man. Even lees of een nog aan het kraan. Aan de wind, zoek, neem aan de wind, door ja, neem aan de wind, ja, neem, corrigeer nog eens, ik ga wel een keer aan de wind, een zoek. Wanneer dan, kan de hokuma, kan een jaar, we drinken ze al een voet, een jaar, hoor niet. Even, eind met z'n man, of een ita, oud en jij, of ga doen met nou, Karim, hoe je zegt, die als doneren is stichting ontwikkeling. Even, startprijs is 25 euro. Startprijs is 25 euro. Ja, ik ben zo in de bouw niet als de namassier, ik heb een winstzoek. Wie bent daar? Om het. 10 euro. 50 euro voor Absamad. 10 euro voor Absamad. 50 euro voor Absamad. Zo met Absamad, 15 euro. Om kunnen en dus. Nou, schade. 60 euro! Mohammedi, 60! 60 voor Mohammedi! 60! 60 voor Mohammedi, wie biedt meer? Wie biedt meer? 100? Oh sorry, 70! 70! Sorry, voor Bilal! 70 voor Bilal! Jalla, ik ben zo in de bal! 70 voor Bilal! Jalla! We hebben straks nog eentje trouwens! Snelletje! 70 voor Bilal! Ja, Mohammed! Mohammedi, 100! Mohammed! Die zin je. ونتعاون السياسات الدولة اللي اقتاز 200 عائلة غير مسوي بلاد لأن هي وقت وقع في التاريخ الريفية أنه تنظم النيخ فرنسد باش نعاون الناس باش نتعلم إذا المزيد تلاحوا ذو سبيع المؤسسة يا دانيتا باش نطوض إن شاء الله غال أهداف سجل حقيقي باش أتبنى مع الريف أتعاون على الريف الريفية يلا يا مسوي بلاد قد زارب يعني ثلاث سواد صغاري تدني نياس ينت إذا ثومت 100 طورو وكيز مانا ذياني اقتازي 100 طورو وكيز مانا ذياني اقتازي 100 طورو ثلاثة اثنين صحتك ثومت زينو محمدي صحتك فقد يكون عبد الفين النغني نعم بك نايخ اوكي تسألوا فرهال كيف عبد الفين افعل يسوف النغ نسو اذن أمام سنن لأن عارفوا بريغة من يموت يوذا السنن بإننا حكيم نعرف إذن أمين سنن لا بتسلطة 25 يلا يا مسؤول ما بكينا بأي 25 25 بشرة بأي 20 ديرت الاسم من شوما 60 اسمينش اسماعيل 60 اسماعيل 60 يا مسؤول ما 100 voor Abd Samad. Abd Samad biedt 100. Abd Samad biedt 100. Wie biedt meer dan 100? Jalla, ik ben zo in mijn taak. Abd Samad biedt 100. Wie biedt meer dan 100? Jalla. Wie biedt meer dan 100? Bushra? Bushra, schat. 110.
130 voor Bushra. 130 voor Bushra. 130 voor Bushra. Maakt iemand het ook naar 150? Jalla. 130 voor Bushra. 130 voor Bushra. Jalla. Gaat iemand door naar 150? 3. Atsamat, maak je het ook naar 150? Ja, Atsamat 150. Atsamat 150. Jalla, even zien. Gaat iemand verder dan 150? Jalla, even zien dan. Redel. Bushra. 150, 60. 170 voor Bushra. 170 voor Bushra. Is er iemand die meer biedt? 170 voor Bushra. 170 voor Bushra. 170. Kom, 200. Kom op. 200. En jij moest naar 230 weer? Amsama 200. Jelle, niet de ene moest naar Amsama 200. 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 Amsama السلام عليكم معنا عبد الحيات الدبير جيت جهدام السيان يوم جاي فراك للسوق إنا جي حامون زنين الزيان تعي الزرقة جيت جهدام 6 سنين واسين عاد فين عاشين ولا شي حاجة قال ترادة مزرق جاء خدين الوالدين جاء سمحل قلتين دين هام ترادة نشا كي غبارة دي السوق بيه بتخدام السيان يوزداري اسكيب اسموش جيف En je hebt ons niet gezien, dat is het. Ik zei Frank, niet in Oh, pas, pas, pas. Wat is het? Ik heb het niet gezien. يخدم خريف أقد إتيش فعلا الفلوس يعرف إتيش فلوس العائلة المعتقدة إذا مش حد إنه فعل لنا 200 عبد الصمد 200 عبد الصمد بوشرة مش حد 250 فوق بوشرة يلا يا بس 250 فوق بوشرة يلا 250 فوق بوشرة يلا رثا 250 فوق بوشرة اثنين لا 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 اثنين دوسي هم قرأت من عنيشة نعم دوزي يلا بشرى بصحتك بشرى أش كمان كتير ماي بشرى إيش البارة وهاي نمبر 11 هيرة يا بخام يترى نمبر 11 سعيد deze is gemaakt door Rashid die kale die hier achter mij wow het is een koperplaat en hij heeft het zelf gemaakt. Dus om met een rasje de mens te worden, artiesten dan, en Jozef dan, dan gaat hij niet aan de nechas, die net met nechas, om met een amgaar nasr te verzetten. Is een loha, ja, neem extra. We beginnen met 75 euro. 75 euro, het is voor degene. Ah. Ik weet dat hij weer kaast, het is Nasser Zevi zelf. Abdelrahim. Abdelrahim, 75 euro. 75 voor Abdelrahim. Bilal, 100 voor Bilal. Bilal, 100. Hey, Masuma. 150? 145. 25, sorry, 100. Maar 150 kan deze kant. 250 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 voor Bila, wie biedt meer? Is er iemand die meer biedt? Bila, die is er iemand? En die is Reza. Reza. Wie biedt meer? Wie biedt meer dan 250? Wie biedt meer? Nein. Wie biedt meer? Wie biedt meer? Zacht ik veel met Bila. Bila 250. Bila 250. Hier was de أي مسؤول فان قد تبلغش يعني بلاد مخبرة يوسع أنا متخصص لها كي جيني قارتي دوما بناغ السور تخزر تغاشت ثاني تاو شرختي جوما بناغ لأجل باش أسني فاعلة ونتاي نش غاسك تعزي مية عام وني داس توشين وفعلا اللي تسمع على حسب ما مش توضع غاسك تعزي مية عام ذا ومثل غواني تاو إذا توشين يوشا ديس مفتمي تايرور يوشا ديس مي تايرور إذن الشيء الأسلي زي 200 صوت هو ذو الولاد دي سبتة قارج بلد هو الفيها يعني 200 إنس ويزم على بيوش قطع زي 200 إنس مسؤول ما سيت هير إيمان دي خيف مزيغ تسبريك بها في ماتش ماتش تصور في مزيغ سيلا ماتش في مطاس باش هو دحب نالي سابي طبعا ما كتس ماك لكر ولا فبخينا ما 200 أورو وي بيت 200 أورو هيفور وي بيت 200 أورو هيفور ويزم مواغي يهما هنسوي يهما Ja, nou. Wie biedt meer dan 200? Wie begint met 200? Laat ik het zo zeggen. Ja, nog hebben ze meteen wie afschraven. Wie geeft... Wat heb je meteen? Meteen nog niet, dat is. Dat is, wow. You shit this. You shit this, ja. Even, zo met die spits, is ga je met die spits. Wie biedt hier 200 euro voor? Jelle heeft maar zo gedaan. يلا طيب بس ما ولا وش بتاع زميتين اورو اذا ثلاثة لانت ان سوا ها ان سوا لا بد لازم تفشل حاجة لا ولا كيبقى لا مرة في صغير انت هذا ستوش فهمت اذا وزن ما قرش يعني مرة ثم لا مش فاهم الغلط زميتين مرة ثم اوكي ولكن زميتين اكس اذا مرة ولا وقفت نسيت نو سناب ات ار از اول 200 اوب جوبودن اوكي نو سناب ات ايك دات ايماند هيفت فور 200 gekocht نيه اوكي اوكي ماي فاس نيماند دا غان وي نا فولجند ستوك اوكي dit is ook door onze Rashid gemaakt. Je kunt het heel duidelijk zien. Aan deze kant staat Nasser Zebi met Jeloen. En daarachter ben ik vergeten. Jawad. Oh ja. Die pas vrijgekomen is, toch? Juist. Ja. Even met zoiets wel. En met z'n tweeën. En met z'n tweeën. En met z'n tweeën. Tahiyyati. Iedere keer schat met z'n tweeën. 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 Met z'n En ook vanwege waar hij het mee gemaakt, materiaal waar hij mee gemaakt heeft, is start geld 100 euro. Ja, leuk, misschien. We beginnen met 100 euro. Wie biedt 100 euro? Hassan 100. 150 voor Karim. Karim 150. 150 voor Karim. 150 voor Karim. Hoe ga je je klaar? Hoe ga je staat die 150? Ha? Zeven, sorry. We gaan nu de juiste volgorde. Jelle, hoe ga je staan? Zien wie geeft meer dan 150? 150 was voor Kerim, toch? Ja, 150 voor Kerim. 150 voor Kerim. 150 voor Kerim. 150 voor Karim. Mooi. Treda. Nee. Verkocht aan. Nou, wacht. Jobet Said. 200. Jobet Said. Jobet Said. 200 aan Nikat. Ik zie je niet meer. 200 aan Said. Jan heeft een zoetbaar. 200. Wie biedt meer dan 200? Treda. Wie biedt meer dan 200? Nee. Wie biedt meer dan 200? Nee, doe ze. Wie biedt meer dan 200? Jalla, veel met zijn. Zijn verkocht.
ook door onze Rashid gemaakt. En daar heb ik meer idee's. Amran Namoulay Mohamed. Hetzelfde startprijs. 100. 100 euro, ja. Ja, leef me zin maar. Abdelrahim, 100 euro. 100 euro. Zo met Abdelrahim, 100 euro. 100 euro voor Abdelrahim. Wie biedt meer? Ja, leef me zin maar. Wie biedt meer dan 100 euro? Karim. 150 voor Karim. 150 voor Karim. 175 voor Abdelrahim. 175 voor Abdelrahim. 175 voor Abdelrahim. Ja, leef me zin maar. Maar te vergeten met nog Gwen. 200 voor Karim. Het is niet de bedoeling. 225 voor Abdelrahim. 250 voor Karim. 275 voor Abdelrahim. 300 voor Karim. Goed bezig, jongens. Jelle. 300 voor Karim. 300 voor Karim. Wie weet meer dan 300? 325. 350. Wie biedt meer dan 3,50? Ja, blijf me zien, man. Meer dan 3,50? Ja, blijf me zien, man. Wie biedt meer dan 3,50? Ja, 3,75. 3,75. 400? 400 voor Karim. 400 voor Karim. Wie biedt meer? Wie biedt meer dan 400? Ja, is daar. Is daar omgaan naar Moulay Mohamed. Is daar. Adrahim zegt nee. Ja, is er iemand anders die meer biedt dan 400? Is er iemand die meer biedt dan 400? Even Freda. Ja? 425. Jalla. 425. Jalla, 425. 425. Er is een 425. Er is een stier. Freda. Nee. Zachtig. 425 voor het Rachim. Deze is gemaakt door een Nederlandse vrouw. Ze heet Jean van der Vorst. Ze heeft het gedoneerd voor vandaag. En de startprijs is 75 euro. Dat is mooi. Snel. Zij is trouwens niet aanwezig. 75 euro. Wie biedt 75 euro? Ja, leef me zin. Wie biedt 75 euro? Ah. Hassan. Die Hassan. 75 euro. Voor Hassan Mgnoji. Wie biedt meer? Karim? 100 voor Karim. 100 voor Karim. Wie biedt meer? Wie biedt meer dan 100 Jelle. Euro? Jelle. Wie biedt meer dan 100 euro? Jelle. Wie biedt meer dan 100 euro? 125. Jelle. Voor Hassan Mgnoji. 125. 150 Jelle. Voor Karim. 150 voor Karim. 150 voor Karim. Revel. 150 voor Karim. Nee. 175 voor Hassan. 200. 200 voor Karim. Jelle. Ik ga zo staan, denk ik. Jelle. 200 voor Karim. Redda. 200 voor Karim. Nee. 200 voor Karim. Karim. 200 Sachtig. Voor Karim. Dit is Rashid. Hou met Rashid. En weer bedankt. Ik ga de kist twisten. En ik ga. Dat is Lugi. Even naast ons verzetten. Heeft onze Rashid Idrisi gemaakt weer. En de startprijs is 50 euro. Ja, leef me zoeken. 15 euro. De startprijs is 50 euro. Ja, 15 euro. Hou met Wilen. Wilen 50 euro. Wie biedt meer dan 50? Waarom is het gedaan? Abdelrahim, 50. 75 voor Abdelrahim. Abdelrahim, 75. 75 voor Abdelrahim. Ja, Lohan is Mia. 75. Mia Samad. Mia Samad. Samad Mia. Mia Samad. Samad Mia. Mia Oei Oegumsini Oeshadia. Mia Oegumsini? Mia Oegumsini Dia. Shadushi Hassan?
Verkocht aan de Rahim. Hij komt dan naar jullie toe, daar is hij. Ik ben zoiets maal aan hem storen. Het is oud manier om met een karim boy als ik het aan me dan. Is mes en we niet toe dan. En we niet toe dan. Ten niet dan. Om met een karim gas aan mijn slip. Ja, gas is een kassida. Je bent niet in de tas. Dat tas in de tijd. Je bent twee toen. Je bent niet in het schuskan. Je bent. Nu ik kan, dan maat je met me gaan komen te zinzen, dan maat je met me. Voilà. Maar ik wil zien, het is niet dat je een uur het karim moet zijn. Sven in Nier, je zegt, je rust, 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 je om met een karim boy als dat is te hebben, om als een gebed snel, in Mia Toro. Ook is bijna de Jushta, ze Mia Toro. Neer de Jushbia, in de stad. Wie biedt 100? Ook in Nenders. Wie biedt 100? Schikneer. Wat wil je? Ik ben jou in. Wat wil je? 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 Wie biedt 100 voor het werk van Karim Boyazin? Jelle. Wie biedt 100? Jelle, je schermt je naar wat was. Wie biedt 100? Wie biedt 100? Die heren daar achterin, of jullie komen hier zitten, of jullie gaan ergens anders zijn. Want ik zie, ik hoor niks, jullie zijn te luidruchtig daar achterin. Dus kom naar voren alsjeblieft. Ja. En trek je portemonnee open. Ja. Programma 1. Als het jouw best uit maakt, ga naar Danita. Is het zo? Als het niet 50. Hoogschen, 50. Dan wordt het 50. Jelle. Wie biedt 50 voor dit schilderij? Wie biedt 50 voor dit schilderij? Dames en heren. Het is kunst. Abstract. Ja. Jelle, ik ben zo uit maakt. Wie biedt 50? Dames en heren. Zo. Huh? Ja, dan 20. Het moet toch hier weg met een klein bedrag. Al is het maar klein. Karim Boyazin. Karim Boyazin. Die in de groep NWO zat samen met onze Jamel Hamid en zijn broer. En daar een broer van. Hij is ook nog eens de oom van Nazaregraf. Sorry. Mooi, zo. 20 euro aan die kant. 30, sorry, ik stond 20. 30 vooruit de stram. Ja, nou, is er taal. Iemand die meer biedt dan 30 euro? Ja, lijkt dat zoiets wel. Is er iemand die meer biedt dan 30 euro? Farid, 50 euro. 50 euro daar voor Farid. Ja, lijkt dat zoiets wel. Farid, 50 euro. Safi? Ja. Doe met Farid, op zachtdruk. Ayus. Ik ben zo'n man. Ga je in de kist zijn van die dag, van de luchtje daar. Van die dag, je ziet hoe met me kanes Idris Sahbi. Idris Sahbi, die Fransa. Schiet de lichtnaam een paar, dat is zo erg.
نشرح الغاز التام تاعي باش نزيد السير. إذن خاص يجي التمارة وما يزيد صغا يعني اللجنة إذا تقارن شو 80 250 أورو يعني الشين هذا سني أسبدا زي 250 أورو وزمان هذه وشكتا أما باش تولى مولاي موحن يعني إيش سوا تشرى سوا تصير وغي وشن كتا زي 250 أورو يلا يا مسيو يلا يفتح يلا سواد المولاي محمد تورى تخدم تسمى ثيا سجن تسمى تخدم سجن تكنيا ثم غاز وطس ويتسمى مثلا يعني اصبحي ادريس صاحبي معروف يتوسل هي طس بكيان تمازيغ بودي الحراك يخدم سواد وطس هي اما نظريب يعني هي نصر السفزافين هي تستيره راه ضريب باش تسواد نس معروفة يهد وخام اي او بابس نصر السبسل اذن عيد مسؤول ما ويغا يوشد كتا زي 250 اورو فقط صغير زيس اللجنة يعني تهذاتي سؤال originele hiervan is in Arif. Hij heeft er een kopie van gemaakt. We hebben afgesproken, begin straks met 100 euro. Het is het werk van Abtoy. Het is origineel, het is een loha al-hakikia, een kathari, 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 een nee, dit is nummer 25. Ja. Jelle, hoe wij ook schrift aan, zien ja. Wie biedt 100 euro? Yusra, Yusra. 100 euro voor Yusra. Wie biedt meer dan 100 euro? Wie biedt meer dan 100 euro? Wie biedt meer dan 100 euro? Jelle, misschien. Wie biedt meer dan 100 euro? Is het handgeschilderd, is de vraag. Ja, de origine wel, maar deze is gewoon een foto. Moet je goed doen. Dit is een kopie van het origineel. Ja. Abtoy? Ben je daar, Abtoy? Ja, ja. Ja? Oh, oké. Okay. Nee, 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 je kunt zien dat het een kopie is. Het is een kopie. Ja. Dus het is niet handgeschilderd. 100 euro voor Yusra? Oké, okay. 3, 2, 1, Yusra. Ja. Dit is ook van Abtoy, dit is wel origineel. En het is een landschap in Arif. En de startprijs van deze is 200 euro. Eigenlijk kost die veel meer, maar we beginnen met 200 euro. Dus we weten allemaal wat dat Toy allemaal voor werk gemaakt heeft. Dus 200 euro voor Hassan. 200 euro voor Hassan. Wie biedt meer? Wie biedt meer? Kerim, 2,50. Nummer 26, jongens. Ja, sorry, 2,50 was aan die kant en toen zag ik aan het Samad. Nee, dat was daar. Een van die twee dus. Nee? 2,50 voor Kerim. 2,50 voor Kerim. Wie biedt meer dan 2,50? 2,75. We houden het op Hassan. Ja. 2,75. 2,75 voor Hassan. Wie? Kerim. Kerim 300. 300. Wie biedt hoger dan 300? Ja, wie biedt hoger dan 300? Wie biedt hoger dan 300? 3,50 voor Hassan. 400 voor Kerim. 500? Is mis? Met snap. Is mis, jongen? Samir. Samir, 500 euro.
500 euro. Karim. 6, 55. 55 voor Karim. 55 voor Karim. 6. 6 voor Samir. 600 voor Samir. 600 voor Samir. 600 voor Samir. 650 voor Hassan. 650 voor Hassan. 650 voor Hassan. 700 voor Samir. 700 voor Samir. 750 voor Hassan. 750 voor Hassan. 800 voor Samir. 800 voor Samir. 800 voor Samir. 800 voor Samir. Eenmaal 800 voor Samir. Tweemaal. Andermaal. Samir, verkocht. 800. Ja, hier hebben we hulp bij nodig. Ja. Dus nu zit hem niet aan. Ah, man. Deze is ook door onze Rashid Idrissi gemaakt. Ja. En de startprijs van deze is 250. De startprijs is 250. Ik zie 250 voor Aksamat. Kom maar, Aksamat. 250 voor Aksamat. Wie biedt meer dan 250? Jan leidt met z'n wel. Wie biedt meer dan 250? Wie biedt meer dan 250? Wie biedt... Hebdo? 300. 300 voor Hebdo. 300 voor Hebdo. Wie biedt meer dan 300? Wie biedt meer dan 300? Wie biedt meer dan 300? Hassan. Sorry. 400. 400 voor Hassan. Wie biedt meer dan 400? Wie biedt meer dan 400? Amran is de chta. Wie biedt meer dan 400? Wie biedt meer dan 400? Farid, 500. 500? Nee, 450 nee. 500 voor Farid. 500 voor Farid. Wie biedt meer dan 500? Wie biedt meer dan 500? Wie biedt meer dan 500 voor Farid? Wie biedt meer dan 500? Fredel. Wie biedt meer dan 500? Nee. Verkocht aan Farid. 500. En nu wil ik het laatste stuk. Laatste stuk. Ja. Dit is de laatste. Dit is onze... dit is ons werk van onze Abtoy. ثم تبطوي واحد تبطوي لوحي نس وذا اثنين اذن ليسن يعني اثنين اللي كتوب يسير يذن اذن طاح المعرة شحال اثنين اللي كتوب يسير يذن هو مثلا اللوحة 300 يورو يزي غنبدا ستارت برايس ستارت برايس 300 يورو سامة مع 2 غسينيير بوكا اربعي Ja, blijf met zoeken. Samen met 2 gesigneerde boeken erbij. 300 euro. Hij is ingeleid. Het is van onze Mohammed Abtoy. Wie biedt 300 euro? Abel Mekka, het is slim, yani, Tbenaya, Nagmara, Ochais, Rief, Vredem. Is Nasser Suzemi, Intikitana. De boeken zijn gesigneerd, heb ik al gezegd, ja. Wie biedt 300 euro? Ja, leef maar zo. Hij zei 300 euro. Wie biedt meer dan 300 euro? Wie biedt meer dan 300 euro? Wie biedt meer dan 300 euro? Even Vreugda. Nee. Zat ik verkocht aan Hassan.
dag meneer, ja. We zijn iets vergeten eigenlijk. Toen die, ja. Wie meer? Uden? Ja, die kleren. Er hangt daar een jurk. En een paar andere jurken hangen aan die kant, meer voor de dames bedoeld. Het zijn jurken die met de hand gemaakt zijn, zeggen ze. Ik heb er geen verstand van, dus voor mij moet je niet vragen. En het zijn best wel dure jurken, heb ik begrepen. En de startprijs, Saïd, was €200. Ja. Is er iemand die €200 wil uitgeven aan deze jurk, een jurk of een van deze jurken? Die zijn gedoneerd. Ja, dat is het wel. Of even wel, ik ga je niet maar in. En die ziet hem maar niet dat ik daar. Ja, dat is het wel, even wel. Is het een cadeau? Is het een cadeau iets van mij als wat was? Wij zijn er te dik voor, hè? Ben jij nou een startprijs? €200. €200. En €200 twee. Blijkbaar. Ik heb er geen verstand van. Nee. Maar er hangen nog drie andere, daar mocht je eerst daarna willen kijken. Dat kan ook. Ja, naast de verkooptafel. Ja, leuk. Is er überhaupt iemand die interesse heeft in zo'n jurk? Want dan heeft het, anders heeft het geen zin om verder te gaan. Precies. Niemand heeft interesse hier in de jurk? Dan houdt het op. Ja. Ja. Ik ben niet zo. Ik ben echt zo'n kabel met een zin. Blijkbaar heeft niemand interesse in jurk. We kunnen altijd nog niemand. Dag hier, Jozef Nieuw, hier, dank jullie wel allemaal. Bedankt voor alle mensen die spullen gekocht hebben. Dank jullie wel allemaal. Ook even zo'n naam. Iedereen is een gezellige dag in Tabarakasa. Het is een gezellige dag in de piloot om te horen. Even een keer. Oké, hoe is dat? Dan ga je het eerst inshallah. Ja, de herhaal gaat hier naar Nejet. Zo. Nejet is al bezig. Oh. Samen met de jongens, dus. Ja. Ik ga gewoon schrumpje. Dank jullie wel allemaal. Ja. Ik heb een kabel nieuw. En ik zie wanneer dit. Ik zie indruk van Nejet. Het is Nejet die gekocht heeft. Ja, ja, ja. Versiering. Jongens, het is nog bijna. Het is nog niet voorbij. We gaan zo meteen natuurlijk verder. Voordat we verder gaan, we hadden net twee jongetjes hè, die €113 hadden opgehaald met die loodjes. Er zijn ook twee lieftallige dames die hetzelfde hebben gedaan. Met prachtige, pure, fijnse namen, Lumidia en Mimoet, toch? Temimund en Lumidia. Kom even, geef ze even een applaus aan deze twee dames. Wat hebben jullie gedaan? We hebben loodjes opgehaald. Geld opgehaald, dat bedoel je. Nou, nu zijn we heel erg benieuwd hoeveel geld hebben jullie in dat bekertje vanavond opgehaald? €200. We hebben de andere jongens even ingehaald. Hè? Hoe hebben jullie dat gedaan? Naar mensen toe gaan en zeggen, ik wil geld. Ja, heel goed, echt heel knap van jullie. Goed gedaan, geef ze een applaus. Lumidia en Temimund. Oesra, we gaan iets doen. Ik wil Nejet roepen, want we gaan een prijs uitreiken, toch? Andersom. Rashid. Geef haar een ander microfoon. Nee. Andersom. Oh. Oké. Goed. Nejet, daar is Nejet. De andere Nejet. Volgende Nejet. Nejet, wat gaan we doen? Oh, we gaan eerst iets anders doen. Oké, dan gaan we eerst. We gaan het dichter doen en dichter. Je moet het wel even goed uitspreken. Misver. Kunnen wij daar iets over vertellen? Ik heb even zijn bio niet voor handen. Ja, ik wel. Ja? Ik wel. Goed, hij is.
Hij is in Retoezien geboren ooit, maar opgegroeid in het pittoreske Haarlem. En hij is bouwkundig ingenieur, maar schrijft vooral ook daarnaast proza, gedichten, columns, artikelen. Vaak ook voorgedragen tijdens uitzendingen, vroeger ook bij Riff Radio, maar ook MSR TV. Is hij al in de buurt? Waar is Bernadette? Bernadette? Waar is de dichter? En we naderen ook al bijna het einde. Ik zie ook dat het niet zo een beetje weg gaat gaan zijn, maar waar is de dichter? Daar is hij, daar is hij, daar is hij. Geef hem een applaus. Bernadette, onze eigen Bernadette. Wat heb je nodig? Deze nodig. Ik heb die mensen die daar boven staan, die heb ik ook nodig. Kom allemaal even terug, dames en heren. Kunnen jullie alsjeblieft nog even terugkomen? We zijn bijna klaar. We gaan even luisteren naar de dichter. Het is en dan is het prijs en dan is het klaar. Het is wel zo netjes om even nog ook hier aandacht aan te geven. Ja. Het is een lange avond, ik snap het. En alsjeblieft ook nog even wat stilte, want anders horen we niet. Ga je gang. Stay short, this is some lamp already. Nakom, then I'm not even a Jamal. I'm not 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 a Jamal. Zelfs al aan het stemmen is in de gemeente niet. Of in de gemeente niet, niet in dood, dus ik heb het niet. Als men niet mag het werk, dan krijg ik het niet zo'n naam. Boy, je nadenkt, dan de schade is broer zo. Ik heb mijn eerst met stil naar haar. En nu zo'n sheriff. Een sheriff voor niet in die haar, ja, ik heb ze niet in de televisie. Misschien dat kan ik wel. Het is ooit tussen de leiding. Als je dat niet doet, dan ga je dat niet doen. Ik kan het niet meer. En nu zo'n sterf. Misschien kan ik hem. Misschien kan ik het dier. Misschien kan ik hem die her die hem om. Misschien kan ik die her die vrede die het snoep. Misschien in de zin steer in de maat nacht. Hoe man aan zich hier leed heeft moeren in een grim. Nu door wel of je hier in. Wel of je hier in. نتام أقديها ويسنستيري يعني الزوتير اللي دير ما ننسي غاتيري ويسير ويسنوزي الشينا كان خذا المونك ويا ويا ماشا نتام أقديها وحدس دي تاقنت الوامزيو في قديم تعريتي تعقر سوق سمير اتصادي حايد دي تاقنت الوامزيو حميد غاثن قاعد خشت مواغي تغيما دي تدان تسمع مير تتزرو أغيور دير مذود إشيرو مشيدتو وشن إدرس وصريخ مشيد راجع من يعزو ثارف سام في عرض عرض مثاثا إفيس في التوسع أميان السروفة ميورحيان اسم ملابلي غادتو بو هارو اسم كسب كوش عن الناس يقارسن كن يوم معرة تعوين مش أحمد أثر حفتة جست ثمواغيت على يكسو يوجير منسو سمسعين أغيور يصعوا أخباراني ومدراني تحيجيزك من السوشي والشن يستقضعوا إيران الناس يعزو تحي ما فهم وجيك فالفسات كستعدى واتسين ثومات واتسين أموني إيفيس ويزوحوف ويوطيم من دي غيزعف أتي الصغي أميان أش يسكخو يديم تفوش تكوهارة غريب وهارو يمحلقو عديس أجي شعبي ومغيطان ذي الجير الدغمي في تاقان تنوام زيوان ماني نمسكن فين يصغي زنوزان إلى رشاف أمروش كتا الزرغة مجامة خاص تغاتا العمود شال يبكنها في تاقان تنوام زيوان ماني السروغان تيجو معهين يمرضغن ذيني توان ضرن الليل وني نان جهنم ضبعا عال ويوذيف تاقان تنوام زيوان الشين فكان خذاب الشين كان خذاب فما الطواطا ما من السات السام العدام يغزران واندوف أثارس يتمشو بوشا بواكو ويزير يغتجيرت فوت بدا ثارا وخا ويدم يحبوات قبريدن
نقاتي سنتاوين حموان تمعني ديال أبواج السلام يثبويت ونشراف ومديت يوض ونغميس عفان كغانا سوا ورن وزغناس يمطاون أمان وقي من تقسن فا إرقوزن واسيو أمان زيراس ريما نص تخسات بد وخا تسفقاس أمشو مني نور عالمتو إذنات قسن ناس تير ليم أغزين ناس تسراف تعرين خاسي شرن ذو كواساف توقس سر التايري ثايري ني وركتي ثنين إذا سيوشين تودات سيميت تقس هلالال وتصمغاري تو يوان تتسفا حما غادي يقرن تاتي سيرا فالحفاس ريزار نص حما واري حما وثي تكيف تبعون دي تاكس روخا أمي غايش تشا أمي غايين غاي محنو تغزوغ إذا سكين وانزيون انتقلت ليتي سين وخامت ورا دايس تبغرين الوائل لهم إذا سناني بدوكا الناس انتلع انتا يوغي يعني إذور غالفا في الناس اتعز خافي إما مين الجاني الفرار تغيمان في منا التعجة هذه قمت في الطاويل هذه توارث فا وتتغي السوق عندي تجست انتقلت هذه الشدشة هذه عاودة شدشية أيما جاي مدى تخذيت وعر جنن الدور خاف مزيلو غو الساني يزيغل من دي يوين أدى الزرق غو السلم تلبست أدى سقة ثقانت روامزيو من دي يوين الزغغ دي تدع في الفساول أركي مخلق زقع كبار غريب من دي يوغين ودكخ من خسخ مشا تكخ من خسن أيما جاي مدى تخذيت وعر جنن الزوخ الكمين خسخ شما ديك سيدي ضاد صغير من ديك جاي نطفخ بحلوى على النم كيدمونخ انا شيخ ابو فوس النم كشوا في نوم يشطح جاي نسرح فما كيدمو يوار ثموات وخا ليس سنان مشا ليس عجنخ جاي نسرخيتي نفاس النم خفوذ النم السومثخ وحرخ زيت وذاثا بيديت نسخة بالدخ وحرخز قموناس دون درفك حبواض وحرخز قوار واري سكيد تشري واري قطيد وحرخز يهودات ورغاي جمعي ميغ دي ذدر قبن سيخا عريقا أي ما مش حازي تشري وحرخ عزو خدادخ أمشو ما من ونلوس مش حازي سرجع رخ الشيخ تيس النار ووفي خد صغر يخ ووفي خد يتعرخ الجاي مدور خط بزيلو دي توار جنم من هرام الضغار هذه راعف وحسين نم هذه الصدخ وخان شقيدة شموه جدة وه جديها مشا شم دسي تمينو ظنفنا عرق دي والشاري غش عرف توار جنم اي مام ذبري غيمر ذبن دون عريفة السريخ Hartelijk dank, prachtig. Volgens mij zijn we aan het eind gekomen. Nog één ding? Nee, nog twee dingetjes. Nog twee? Okay. Ja, want voordat we naar de laatste optreden gaan, van Jem en Hamid onder andere, gaan wij eerst even onze grote strijdster, Neset. Neset, geef dan applaus. Applaus. Die kent haar niet. Wat ga je doen? Asherin. Vorig jaar ben ik vrijwilligster van het jaar geworden bij Stichting Ontwikkeling Rief 2017. Dit jaar ga ik de prijs overdragen aan een dame die zich echt onvoorwaardelijk heeft ingezet, ondanks het feit dat ze door meerdere mensen is aangevallen, dat mensen pogingen hebben gedaan om te voorkomen dat ze haar werk in Rief kan doen. Kijk, ik leef in Europa, ik kan gaan en staan wat ik wil. De echte strijders zitten, in mijn optiek, zitten ze in Arif. En de award gaat naar Warda Alajouri. Ik hoop dat ik haar achternaam goed uitspreek. En ik wil iedereen vragen om gewoon een davend applaus voor deze vrouw. Want zij is echt... Zij is echt een onmisbare... Zij is echt een onmisbare factor voor Stichting Ontwikkeling Rief. Ze gaat met vrouwen mee naar de bank als ze geen bankrekening hebben. Ze ondersteunt de vrouwen van inschrijving tot aan inschrijving bij de bank.
Dus zij, in mijn optiek en ook in de optiek van Stichting Ontwikkeling Rif, is zij de vrijwilligster 2018. Stichting Ontwikkeling Rif. Dankjewel. Stichting Ontwikkeling Rif zal ervoor zorgen dat deze award, maar ook een prachtige kunstwerk van Maartje, haar kant op gaat. Maartje. Hier ben ik. Akai. Zou ik echt kippen? Maartje heeft wederom een kunstwerk gemaakt. Dat heeft ze ook vorig jaar voor mij gemaakt. Die nog steeds in mijn kamer. En Stichting Ontwikkeling Rif zal ervoor zorgen dat het bij de vrijwilligster van 2018 zal terechtkomen. Kort maar krachtig. Dankjewel, Nesit. Geef haar een applaus. En ook Maartje, dankjewel. Heel mooi. Ja. Laten we die even staan? Of, Ja? Oké. Ja, nee, helemaal goed. Oké, dank jullie wel. Nou, misschien wil je er even heel kort iets over zeggen? De vraag is waarom ik voor deze foto heb gekozen. Ik vond het een hele krachtige foto. En ook Borda, zoals ik haar ken, kleedt zich altijd heel galant. En met een mooi rood pakje. Ook heb ik ervoor gekozen omdat ze... Er waren twee foto's waar ze geen zonnebril op had. En hier kan je tenminste goed zien wie ze is. En ik vond het een grote eer om voor Warda een portret te mogen maken. Prachtig, dankjewel. Ja, er was nog iets met loodjes hoor. Ik word mij nu net ingefluisterd. De loten, we zijn er. Ja. Oké, okay. Houd het nog even vol mensen. Bijna. Nog even de loodjes. Gaan we dat nu doen als je... Ja, wie regelt dat? Wie doet de loodjes? Hatsen. Oké. Dan hebben we nog even tijd, zodat de volgende muzikanten zich alvast klaar kunnen gaan maken. Wie kan een foto van me maken? Is er iemand die het leuk vindt om even een foto te maken? Hatsen. Waar is die? Nou ja, laat maar. Ja, hij komt eraan. De loodjes, mensen. Goed, de loodjes. Er wordt ondertussen ook nog op zijn Marokkaanse foto gemaakt. Kan allemaal bij ons, kan allemaal. Rieflijn? Ja. Of lachen, hè? Ook Rieflijn. Ja, mooi. Oké, de loodjes en Slim, waar ben je? Ja? Hoe gaan we het aanpakken? Ja, we hebben een bol waar alle loodjes in zitten, verkocht zijn. En dan trekken we de loodjes. Hoeveel loodjes gaan jullie trekken? Hoeveel prijzen? Nou, we hebben vrije kaartjes van. En we zijn nieuwjaar in Utrecht. En we hebben 3 kaartjes gekregen van. En we zijn nieuwjaar in Den Haag. Oké, dus in totaal 8 prijzen zijn er te winnen. Dus 5 kaartjes voor de MSR nieuwjaarsviering in Tivoli op 12 januari uit mijn hoofd in Utrecht in Tivoli. En 3 kaartjes voor de MSR nieuwjaar in Den Haag op 18 januari. Yes? Okay. En het zijn leuke prijzen. Het MSR nieuwjaar wordt echt heel erg leuk met prachtige artiesten. Hoe gaan we dat doen? Trek je een loodje en roep ik dan of wat doen we? Pak dan gewoon 8. Ik voel me echt zo'n bingo mevrouw. Nummer 54. Wie heeft nummer 54? 54. Lemon. De volgende. Nou, we gaan gewoon in rap tempo. Heel even. 342. Ja. Nee. Die is het waarschijnlijk al weg. 71. 71. Ja? Oh. 55. 22. Team.
308. Serieus, hè? 348. 348. Hallo? Hallo? Ah, nee, schrijf niet. Zie je, dat kunnen we. Waar zijn die andere doosjes? Doosjes. Reset, gaan we door? Nee, dan gaan we ze gewoon nog een keer verkopen of zo. Oké. <Okay. Ja. laughs> Nou, dan... Eenmaal, allemaal. Klaar. Oké, okay, goed. Dankjewel, laatste week. Dankjewel, laatste week. Even met Torinjinien is hoe met na die Tivoli in SOS Ameino. Raas theorie kinder. Ja? Ja? Even in net hoe met me gaan zitten met me. Voor niet gezien, die zag ik die chaise in, je hoor ik, je is zo erg. Even de lemmelier, ja, met hen. Oké, mensen, we gaan naar een afronding, want het begint laat te worden. Ik wil in ieder geval samen met Rashid, heb ik het met plezier gedaan, het presenteren hier. Oh, nou, we moeten doorgaan met de loodjes. Willen jullie doorgaan met de loodjes? Ja. Oh, nou, kijk, jullie zo boos, hè? Ja. Je denkt gieriger in mij. Ja. Janna, zit. Rabhout, let in. 34. 34? Ah, ja, ik heb toch iemand thuis. Ga gewoon door. Utrecht? Oké, we gaan gewoon door ondertussen. 56. 56. Ja, nog een meisje. 56. Utrecht of Den Haag? Rotterdam. Oké, we gaan door. 13. Bingo. Ja? Kijk, het is toch wel goed dat we door zijn gegaan, hè? 13. Utrecht of... Utrecht. Oké, gaan we door? Utrecht, ook nog Utrecht. Utrecht is een trek. En dan hebben we hier nummer... 64. 64, nog een keer! Kijk, is het haat? Oké, nummer 91. 91. Dat is mijn leeftijd. Nummer 317. 317. 338. 338. 322. 35. Oh. Oh, nee, 322. Had je 322? Sorry? 222. Nee, die hadden we niet. We hadden 322. Jammer. Oh, was jij? Oké, ja. Volgende keer beter. Ja, oké. 35. 35, nee. 68. 25. Dat is mijn leeftijd. 25, nee, 84. Dat is jouw leeftijd. 84. 47. 47. 101. Ja? 101? Nee. Nummer 7. Nummer 7. We gaan net zo lang door, hoor. Nummer 2. 101. 101. Die hadden toch 101 of niet? Ja, die heb je net gezegd. Ja, 101. Ja, kom maar. Utrecht of Den Haag? Utrecht. Dat was de laatste voor Utrecht. We hebben er nog twee voor Den Haag. We hebben nog twee voor Den Haag. Nummer 2. Nummer 23. Ja, okay. Nou, ja. Hoe ga je dat doen? Want je gaat naar Den Haag. Dat is echt heel apart dit, hoor. Zo. En dan de laatste. 68. 332. Ja, Mustafa. Monsieur, Mustafa 332.
Oké, dan zijn we er doorheen. Top. Mustafa, je hebt Den Haag, hè? Dus je moet naar Den Haag. Dat weer Agreb. Agreb. Oké, mensen. Hartstikke leuk. Ik ga ondertussen door. Ik wil jullie, ik zei net dat ik samen met Rashid heel graag dit gepresenteerd heb. Wij willen iedereen bedanken die gekomen is. Hartstikke goed. Ik hoop dat jullie heel veel gekocht hebben. Ik denk, dan is dat duidelijk, zijn we geld op een paar dagen. Ik denk dat het binnen een paar dagen wel bekend wordt op de Facebookpagina van SOR. Hartelijk dank. Blijf al die mensen steunen. En er komen nog activiteiten aan. Hopelijk zullen die ook heel veel geld. En nu, Rashid, gaan we ons afsluiten? Ja, dankjewel Bushra. Geef een applaus, Bushra en Lili. We sluiten af met... eigenlijk behoeft hij ook niet heel veel uitleg te krijgen. Hij wordt vandaag ondersteund door onder andere Nesjin en Abdullah. Geef die al ook een applaus. Hij is een van de... Nesjin en Abdullah. Hij is een van de oprichters in de jaren 70 van Twentoon. Later in de jaren 80 hier in Nederland van NON. We hoeven eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Laten we gewoon lekker genieten van de laatste klanken en klanken van Jamal Hamid. Yeah. Ah, Sharif. Wala Asha Marfana.
Thank you.
كيفاش زادو زين وفيو نيريس نرا قالينو غير الهوى والغصن نرا قالينو غير الهوى والغصن وما بغاش في الوفاقس وما بغاش في الوفاقس يوم ما يفرتني وفي المانيسيس يوم ما يفرتني يوم في المانيسيس دا غاس ندير الله هذا اسمو اسمو دا غاس ندير الله هذا اسمو اسمو كي لا نيري نكسر الكوري الغصن كي لا نيري نكسر الكوري الغصن السكسب المجار Thank you.
azul, azul je vlieg. Eind van zo'n man. Het gaat ook niet om Marra. Tahiyati. Is een mooi zoer. والسنيتا باسم العائلات المعتقلين نتحياك النيو يجن تسمى مغان سوتس سكين غانا طيوسين زي ربو جنيغ زي رادس سمانا اني عيد ما ستا مغاس نعاود يوور على وانيتا سمانا يا خيسا دوني نيغ الشنقة الوقت يغان غيد جنرو حتى إخسا الخوا باش اني شخوماك اني يتسمى نظم مانا يا مارا ما نجمش انا نغيس